Goedenavond allemaal. Van harte welkom op dit symposium. Mijn naam is Manon Spaander. Ik ben maagdarm- en leverarts hier in het Erasmus MC bij de volwassen patiënten. En richt me met name op screening en preventie of het voorkomen en behandelen van afwijkingen van het, onder andere het slokdarmslijmvlies. En daarover ga ik u vandaag wat meer vertellen. Bijzondere dag, want dit is het eerste avondsymposium voor volwassen patiënten met een slokdarmafsluiting. En vorig jaar was ik in Engeland. Daar was de patiëntenvereniging TOFS, die had hetzelfde georganiseerd voor volwassen patiënten met een slokdarmafsluiting. En daar ging ik ook een verhaal vertellen over afwijkingen van het slokdarmslijmvlies. En er waren ongeveer 60 volwassen patiënten plus aanhang, dus rond de 100. Dat dacht, dat is Engeland. Wat kunnen we dan verwachten in Nederland? Misschien 40, 60 mensen die komen. En vervolgens kwam u alle hier met, ik geloof, 240 aanmeldingen. Dus het is fantastisch. Voor ons alleen logistiek even een uitdaging, want we dachten het in één zaal te kunnen doen. Maar dat paste niet, vandaar dat er nu twee zalen zijn. Voor u maakt het niet uit, u krijgt het hele programma te horen. Maar wij als sprekers zullen zich over beide zalen verdelen, zodat iedereen het verhaal hoort. Mocht u vragen hebben, stel dat terug, gerust naar iedere presentatie. Maar ook aan het eind van de sessie is altijd mogelijkheid tot het stellen van vragen. In de pauze of aan het eind, als u toch nog een vraag hebt, trek ons aan ons jasje en vraag het gewoon. Want dat is eigenlijk de bedoeling van deze avond. Wij proberen de kennis die wij nu hebben aan u over te brengen. En als dat vragen opbrengt, dan is nu een mooie gelegenheid waar u het gewoon aan ons kan stellen. Er zijn er nog wat huishoudelijke dingen die ik moet meedelen. Dit symposium wordt opgenomen, althans het geluid daarvan. Dus als u vragen stelt, wordt dat dus opgenomen. Dat doen we omdat niet iedereen vandaag aanwezig kon zijn, zodat men het terug kan kijken. Of als u nog dingen terug wil kijken, dat ook kan doen. Ik hoop dat u daar geen bezwaar van heeft. Maar let op, uw stem kan dus hoorbaar worden gemaakt op het opname. Uw gezicht komt niet in beeld. Ik zal niet te lang praten, want ik denk dit gaat juist om u en om het verhaal. En ik wil genoeg tijd voor u over hebben om te kunnen genieten van het buffet. Dus ik wil graag de eerste spreker introduceren. Dat is Jolanda van Bever. Die gaat een verhaal houden. Is slokdarmatrazine nou erfelijk? En ik denk zeker als je op de volwassen leeftijd bent en denkt aan kinderen, is dat een belangrijke vraag waar we graag een antwoord, denk ik, op zouden willen. En ja. Oh, nou vergeet ik het helemaal, André. Dit is André Rietman. André Rietman is onze psycholoog. En wij zijn bezig met een onderzoek, daar krijgt u ook meer te horen, over kwaliteit van leven bij patiënten of volwassenen met een slokdarmafsluiting. En dankzij een paar genodigen van jullie die bereid waren om geïnterviewd te worden, kunnen diegenen die daarvoor zich aan hebben gemeld, nu mee met André voor een interview waarin we gaan kijken in hoe we nou de kwaliteit van leven bij deze groep gaan verbeteren. Maar goed, daar hoor ik in de avond ook nog meer over. En in de eerste sessie zeiden het vooral de mensen met een slokdarmafsluiting. Dan gaan we nu echt beginnen met het eerste verhaal. Jolanda. Nou, bedankt voor de uitnodiging dat ik wat mag vertellen. Ik kan niet voor iedereen van jullie meteen het antwoord geven of het erfelijk of niet erfelijk is of niet. Want er zijn allerlei vormen. En ik dacht, dat is misschien gewoon eerst wel eens aardig om te laten zien wat die genetica nou eigenlijk is en doet. Want dat is vaak toch ook nog vrij onbekend. Er zijn de afgelopen jaren heel veel sprongen gemaakt in het soort genetisch onderzoek dat je kunt doen. Dus mensen die 20 jaar geleden, zeg maar, misschien een genetisch onderzoek hebben gehad. Nou, er zou best wel kunnen zijn dat daar een update best wel zinvol kan zijn. En ik wil eigenlijk vrij veel aandacht besteden ook aan het kijken. Want dat is namelijk een groot deel van wat de geneticus doet. En als we nog tijd over hebben, zullen we wat diagnoses langsgaan. Maar dat hoeft niet per se, want de klinisch geneticus gebruikt als gereedschap zijn centimeter en zijn fototoestel. Dat ziet er niet zo heel medisch uit, maar het is wel heel erg handig. Want je moet eerst leren kijken en zien wat er aan de hand is. Die slokdarm
Die zien wij niet, dat zit aan de binnenkant. Maar aan de buitenkant van mensen kan je ook heel veel zien. En soms geeft dat richting aan welke kant je op moet denken van waar de oorzaak zou kunnen liggen. We kijken niet zozeer of er afwijkingen zijn, maar we kijken naar bepaalde variaties die er zijn in de bevolking. Omdat, zoals u even met je om u heen kijkt, iedereen ziet er anders uit. En toch is het niet zo dat er maar eentje normaal is en de rest afwijkt. He, dus normaal is een heel ruim begrip. Maar het feit dat je bepaalde kenmerken vaker bij elkaar ziet, dat kan soms helpen om te bedenken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Nou, we doen naast dat kijken en meten, en dat schrijven we allemaal netjes op, doen we ook vaak laboratoriumonderzoek. En we hebben natuurlijk ook heel vaak nog wel aanvullend onderzoek nodig om goed te weten van wat we precies moeten inzetten. Daarnaast besteden we een heel groot deel aan de tijd aan overleggen met collega-specialisten, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten als in het buitenland. Snuffelen in de literatuur of je iets vergelijkbaars kan vinden. En tegenwoordig hebben we ook een datingservice voor genen, erfelijke eigenschappen. Een moeilijk onderdeel van het vak is eigenlijk het interpreteren van wat er komt uit het laboratorium. Want het gaat hier om mensen. Dus het gaat erom van wat heeft iemand, wat zijn de gevolgen. En wat precies in je code fout is of anders is gegaan. Dat is interessant voor ons, maar daar hebben jullie verder niet zoveel aan. Dus we moeten het kunnen uitleggen wat dat voor jullie betekent. En we proberen het altijd netjes af te sluiten met een brief. Het werkterrein is erfelijke en aangeboren afwijkingen. Nou, dat gaat heel breed. Dat gaat van voor de geboorte tot op hoge leeftijd. Dat beslaat allerlei soorten afwijkingen. Maar het zijn eigenlijk stuk voor stuk zeldzame aandoeningen. Nou, in vetgedrukt zien jullie hier al dat de definitie van zeldzame aandoeningen zoals dat geldt in Europa is dat het bij minder dan 1 op de 2000 mensen moet voorkomen. Voor de slokdarmafsluiting is dat 1 op de 3500 ongeveer. En vaak zien we ook wel aandoeningen die minder voorkomen dan 1 op de 100.000. Dus dat zijn echt zeldzame dingen. Wat kan je met die genetica? Nou, je kan een klein beetje proberen in te schatten welke andere aandachtspunten er kunnen zijn in de gezondheid. En je kunt misschien wat zeggen over herhalingskansen binnen de familie, hè? Dus voor de ouders van een kindje met, of voor het kind zelf als het later volwassen is, of soms ook voor andere familieleden. Het zijn zeldzame aangeboren afwijkingen, maar toch, 3% van alle pasgeborenen heeft een aangeboren afwijkingen. Dat is best veel. Vaak betreft dat een geïsoleerde afwijking. Dus dan is er één orgaan of één afwijking en verder geen andere afwijkingen. Maar bij een derde dan is er toch meer aan de hand. En bij een slokdarmafsluiting kun je zowel iemand hebben die een slokdarmafsluiting hebben, maar met één kleine afwijking daarbij. Of een kleine bijzonderheid. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die hebben een veel uitgebreider pakket aan problemen. Om een klein beetje een idee te geven van de oorzaken. Als je gaat kijken in Nederland, dit is wel een oude dia overigens. Is een deel van de mensen met aangeboren afwijkingen heeft echt afwijkingen van de chromosomen. De chromosomen zijn de dragers van onze erfelijke eigenschappen. Maar dat is verreweg het kleinste deel, zeg maar, dat de aangeboren afwijking heeft daar ten gevolge. In de tweede categorie, daar zien jullie hier monogene aandoeningen. Dat betekent eigenlijk aandoeningen veroorzaakt door één enkele erfelijke eigenschap. Nou, er zijn diverse overervingsvormen, die staan daaronder. Dat doet er niet heel veel toe voor dit praatje. Maar dat zijn aandoeningen die worden niet gezien als je alleen maar naar de chromosomen kijkt door de microscoop. Daar moet je echt heel gericht DNA-onderzoek voor doen. En het merendeel van de aangeboren afwijkingen wordt niet zozeer alleen maar door één erfelijke eigenschap bepaald, maar veel meer door een erfelijke eigenschap of meerdere erfelijke eigenschappen in combinatie met niet-erfelijke eigenschappen die we vaak heel slecht kennen. Maar bijvoorbeeld kan dat zijn een infectie in de zwangerschap of de rode hond, dat kent men allemaal. Dat zijn allemaal niet-erfelijke eigenschappen die wel aangeboren afwijkingen kunnen geven. Wat kunnen we dan voor onderzoeken doen? Nou, je kan heel gericht onderzoek doen. Als je bepaalde aandoeningen vermoedt, kan je heel gericht daar onderzoek naar doen.
Maar veel vaker zul je screenend onderzoek doen. Hè? Je weet niet precies wat het kan zijn, maar, nou, maar eens even kijken of er iets mis is bijvoorbeeld met de chromosomen als je genetisch denkt. Hè, en dat screeningen kan je aan de ene kant doen klinisch, zoals ik denk de meeste van jullie wel van de Vacterl screening hebben gehoord, waarbij je kijkt of er iets is aan de wervelkolom en of de nieren in orde zijn. En dat is een heel rijtje onderzoeken die pasgeborenen krijgen nadat ze een slokdarmafsluiting blijken te hebben. En zo kan je ook genetisch screenend onderzoek doen waarbij je naar alle chromosomen kijkt. Vroeger deden we dat door de microscoop en dan kreeg je zulke soort plaatjes. En dan kon je zien dat er overal twee van waren, behalve hier dan bijvoorbeeld. Dat zijn er drie, dat klopt niet. Dus hier speelt een chromosomale afwijking. Tegenwoordig kunnen wij op een veel kleiner niveau naar die chromosomen kijken en gebruiken we een SNP-array. Nou, hier zien jullie twee voorbeelden. Dit is één zo'n chromosoom met die streepjescode, dus vergelijkbaar met één zo'n streepje hier. En daar kun je veel kleinere stukjes zien die eventueel ontbreken. En daarmee kun je ook al veel meer opsporen dan vroeger met de chromosomenonderzoek door de microscoop mogelijk was. We noemen dat onderzoek een SNP-array. En dat is meestal het eerste onderzoek wat je doet als je niet echt goed weet waar je naar zou moeten gaan zoeken. We hebben, als je daar niks mee vindt, nog een mogelijkheid om verder te kijken. We kunnen namelijk op DNA-niveau gaan kijken. En dat DNA kun je op verschillende manieren uit dat bloed halen en via allerlei stappen kun je daar de code van aflezen. Het laboratorium heeft op verzoek van de dokters pakketjes gemaakt van genen, van erfelijke eigenschappen, die te maken hebben met bepaalde problemen. Bijvoorbeeld aangeboren hartafwijkingen of genen die betrokken zijn bij een verstandelijke beperking. Maar er is ook een pakket genen dat betrokken is bij onder andere slokdarmafwijkingen. En als je dat onderzoek aanvraagt, dan wordt er niet naar alle genen gekeken, maar alleen maar die genen waarvan we weten dat ze betrokken zijn bij. Nou, wat je dan ziet, is eigenlijk wat het laboratorium terugkrijgt, is een hele reeks met blokjes waarbij je kunt zien of daar een afwijking in zit. Ik moet zeggen, ik kan dat ook niet zien. Dat laat ik braaf over aan het laboratorium. Maar dat is wat je terugkrijgt. En daarom is het zo belangrijk dat je iedere keer weer teruggaat van ja, het is leuk dat je hier zo'n gekleurd blokje terugkrijgt. Maar wat betekent het? Wat zien we nou eigenlijk? We hebben meer dan 20.000 coderende erfelijke eigenschappen. En in heel veel gevallen zul je, als er alleen een slokdarmafsluiting is, niet alle 20.000 willen zien, maar zul je naar een klein pakketje kijken van misschien 50 genen of 20 genen. En als je naar voor andere aandoeningen kijkt, kijk je soms naar iets grotere pakketjes van 1000 of 2000 genen. Even kijken. Als we teruggaan naar dan de slokdarm, want daar zitten jullie hier, dan is er al langer bekend dat er verschillende chromosoomafwijkingen vaker vastgesteld worden. Hier zien we onder andere staan chromosoom 16, chromosoom 9, 17, 7. En ook een aantal syndromen die vaker worden gevonden bij mensen met een slokdarmafsluiting. Nou, ik ga niet met jullie nu één voor één al die syndromen langs, want dat wordt denk ik ook redelijk saai en dat valt ook niet te onthouden. En dat is zeker niet voor iedereen van toepassing, voor een groot deel denk ik zelfs niet. Maar ik ga er, als we tijd hebben, aan het einde nog wel wat over zeggen. Eerst echter wil ik wat aandacht besteden aan het kijken. Want hoe weet je nou of iets bijzonder is of afwijkend is? Waar kijkt die geneticus nou eigenlijk naar? Nou, allereerst kan je kijken bijvoorbeeld naar de stand van de ogen. Staat die recht? Staat het een beetje schuin naar beneden? Staat het een beetje schuin omhoog? Dat kan bijvoorbeeld een raciaal kenmerk zijn. He, als je kijkt naar mensen uit Oosterse landen, die hebben wat schuinstaande ogen. Dus dat is niet per se afwijkend, maar dat is wel iets wat je kunt beschrijven. Je kunt ook kijken naar de afstand tussen de ogen. Naar de binnenste ooghoekjes kijken we vaak, naar de buitenste ooghoekjes. En op die manier kun je al wat zeggen over ja, waar dat een beetje bij zou kunnen passen. Nou, in het echt kun je ook natuurlijk wel zien nog aan die ogen. Ik ben even mijn pijltje kwijt.
Dat er bijvoorbeeld een sleutelgat pupil is. Dat kan ook weer wijzen op bepaalde aandoeningen. Voor een geneticus, die zal op grond van deze ogen al een sterk vermoeden hebben, bijvoorbeeld voor wat deze persoon heeft. Dus zo sterk kan een indruk zijn. En er komt nog wat aan vliegen. Nou, dit zijn allemaal voorbeelden van wat je kan zien aan ogen. Was er een vraag voor mij? Nou, hier zie je dat niet alleen de ogen zelf, maar ook eromheen, dat je dingen kunt zien. Hè. Hier zie je een doorlopende wenkbrauw. Dat is ook in sommige bevolkingsgroepen iets wat gewoon heel veel voorkomt en zeker niet afwijkend is. Maar in andere gevallen kun je ook op grond daarvan al een bepaalde diagnose vermoeden. En wat je hier onderaan bijvoorbeeld ziet, is dat het heel erg wijd is tussen de ogen en dat je eigenlijk niet goede ooghoekjes zijn. Ook dat kan alweer richting geven aan wat je zou kunnen bedenken dat het is. Nou, zo kun je hetzelfde doen voor oren. Sommige oren daarvan denk je, ja, dit is toch echt wel een heel bijzonder oor. Bij andere oren daarvan denk je, nou, op een willekeurig terrasje of zoals nu hier in de zaal, kom je al die varianten misschien wel tegen. He, dus alleen zo'n oor is vaak niet zo heel bijzonder. Het is meer in de combinatie met. Dus dat is wat de klinisch geneticus, waarom die altijd met zijn fototoestel klaar staat en zo uitgebreid kijkt. Nou, je kan hetzelfde verhaal zeggen van met de neus, hè, waarbij je hier bijvoorbeeld ziet dat de neusvleugel eigenlijk niet goed is aangelegd. Dit is een hele smalle neus, dit is meer een haakneus, je hebt allerlei vormen neuzen. Een ander interessant onderdeel is altijd de handen, daar kunnen we ook heel veel aan zien. En dat is ook een van de onderdelen waar we heel goed naar kijken, omdat er heel vaak dus die factoral screening plaatsvond, waar een van de kenmerken is ook dat je afwijkende ledematen kunt hebben. Nou, hier zie je bijvoorbeeld iets heel bijzonders, dat is een nageltje, die zit aan de verkeerde kant van de pink, dus aan de palmzijde. Hier zie je een duim, die eigenlijk best wel een normale duim lijkt, maar hier dat bolletje wat je hier zo bij je duim hebt, waar je zo'n kippenpootje van kan maken, dat is er dan niet. En dat kan ook weer wijzen op allerlei aandoeningen. Nou, hetzelfde kun je zeggen voor voeten. Hier nog meer bijzondere handen. Dus je kunt zien dat, hè, soms is het heel duidelijk en niemand zal zeggen van, nou, dit is een gewone duim, dus dat noem je dan wel afwijkend. Maar soms is het ook veel subtieler. En omdat het zo subtiel kan zijn, kan een diagnose stellen ook heel erg lastig zijn. Dit is de factoral associatie. Die letters die staan allemaal voor bepaalde organen die vaak niet helemaal goed zijn aangelegd, waar afwijkingen in zijn. De wervelkolom, de anus, het hart, de slokdarm en luchtpijp, de nieren en de ledematen. Eigenlijk, hoewel dit een hele grote groep is, zijn mensen met het factoral syndroom doorgaans normaal intelligent. Die hebben verder een heleboel dingen ook niet, zeg maar. En waarom zeg ik dat? Dat is omdat deze diagnose redelijk bekend is en daar wordt best wel aan gedacht. Daarom is die screening ook, maar er is ook een andere aandoening die hier heel erg op lijkt. En waarvan we willen dat heel goed nagekeken wordt of dat het niet is. En die andere aandoening heeft vaak een kleine schedelomtrek. Die heeft veel vaker pigmentvlekjes. Daar kun je een ernstige bloedarmoede bij hebben. En die is ook met een hoog herhalingsrisico. Zo'n diagnose, als je het zo allemaal opschrijft, dan denk je altijd van, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Maar sommige afwijkingen zijn heel erg subtiel. Hè? Zo'n gaatje in het hart wat spontaan sluit, telt dat nou echt als hartafwijking? Zo'n nierbekken wat een klein beetje verwijt is, ja, komt veel voor. Is dat nou echt wel een afwijking? Dus de grenzen bepalen maakt het soms heel erg lastig. Het goede nieuws is, als iemand een factorassociatie heeft, het is geen syndroom, want we kennen geen gen, dan is de kans dat ouders nog een kind krijgen daarmee is laag. En ook de kans dat een kind die dat heeft zelf een kind krijgt met factorial syndroom is laag. Alleen moet je wel heel zeker weten dat het dus factorial syndroom is. Want dit is namelijk eentje die lijkt er heel erg veel op. Die heeft eigenlijk alle kenmerken die je bij factorial kunt vinden, kun je ook vinden bij Fanconi-anemie. En Fanconi-anemie is een hele nare aandoening die A, erfelijk is, dus dat is er al vervelend aan. Maar ook B, die
veel ernstigere consequenties kan, maar niet hoeft, maar kan hebben. Een van die dingen is dus die ernstige bloedarmoede, maar die kan ook ontaarden in allerlei vormen van leukemie bijvoorbeeld. Die mensen hebben vaak een kleine schedelomtrek, die kunnen leerproblemen hebben, die kunnen van die vlekjes op de huid hebben. En dat zijn allemaal redenen om nog eens even heel goed na te kijken of je wel zeker weet dat iemand met Factorl niet toch Fanconi-anemie heeft. Een andere aandoening die met enige regelmaat wordt gezien is Feingold-syndroom. Het Feingold-syndroom is ook eentje die best wel lastig te herkennen is. Op het plaatje van de handen zien jullie eigenlijk handen die eigenlijk best wel normaal eruit zijn, zien. Hè? Een beetje korte pinken misschien. En een beetje korte vingertjes, een beetje vierkante vingertjes. Maar gut, zie nou niet de handen waarvan je zegt van wat zijn dat rare handen. Hè? Mensen kunnen soms net een randje, een beetje aan de kleinere kant schedel hebben. Maar dat valt niet zo heel erg op. Maar dit is ook een erfelijke aandoening. Dus als je als volwassene met een slokdarmatresie dit syndroom hebt, dan heb je voor je kinderen wel een grote kans dat er weer dit syndroom optreedt. En dus ook een veel hogere kans op weer een slokdarmafsluiting dan wanneer je helemaal niks in je familie hebt en ook geen syndroom en die slokdarmafsluiting helemaal op zichzelf staat. Nou, het gen dat wat daarbij bespeeld is vooral het MYC-N-gen. En er is nog een tweede gen wat eigenlijk niet zo vaak gevonden wordt. En dit is dus wel een erfelijke vorm van slokdarmafsluiting. Heel recent, eigenlijk 2 of 3 jaar geleden, is ook dit syndroom beschreven. En dat is een aandoening die heel uitgebreid, ik straks zien wat praatjes van, die kan heel uitgebreid zijn, waarbij je echt zegt van, nou, het is toch wel een gezichtje wat opvalt. Maar ook die kan weer heel erg mild zijn, waardoor het eigenlijk helemaal niet zo opvalt. En daarbij komt ook een slokdarmafsluiting best veel voor. Meestal is dat een aandoening die nieuw ontstaan is bij de patiënt. He, iemand moet altijd degene zijn bij wie een erfelijke aanleg in de familie begint. En een klein deel heeft het wel overgeërfd van een ouder die niet ernstig is aangedaan. En soms vind je ook dat de ouder het niet heeft in het bloed, maar dat het wel in een deel van de andere weefsels aangetoond kan worden. Nou, dit zijn eigenlijk allemaal plaatjes van mensen die dit hebben, waarbij ja, bij dat ene babytje, ik denk, nou, valt eigenlijk is best wel een leuk babytje, is nou niet zo heel veel mis mee. En bij anderen, ja, daar heb je wel wat meer het gevoel van, nou, toch wel een beetje bijzonder gezicht. Nog een andere aandoening, die, ik weet niet hoe ik zit in de tijd inmiddels. Nog eventjes, ja. Die we ook wel met enige regelmaat tegenkomen, dat is het CHARGE-syndroom. Het CHARGE-syndroom is net als de Factorl-associatie ook weer opgebouwd uit de eerste letters, zeg maar, van de organen die daarbij betrokken zijn. Maar bij het CHARGE-syndroom weten we inmiddels wel welke erfelijke eigenschap een rol speelt. En daardoor hebben we wat makkelijker, kun je daar nu DNA-diagnostiek naar doen. En zien we dat er eigenlijk nog een heleboel andere kenmerken ook veel voorkomen. En sommige andere die hier zeg maar in de naam zitten, misschien eigenlijk helemaal niet altijd zo voorkomen. Hè, vroeger zeiden we van, dat zie je daar staan, atresie van de goane. En dat betekent eigenlijk gewoon dat de neusdoorgang aan de achterkant, dus die we niet kunnen zien, dat die dicht zit. Dat is behoorlijk specifiek. Maar lang niet alle CHARGE-patiënten blijken dat te hebben. Alleen dat waren de CHARGE-patiënten die wij vroeger konden herkennen. Hè, dus zo zitten er ook wel verschuivingen in hoe we er tegenaan kijken. Ook voor CHARGE-syndroom is dus het gen inmiddels bekend. Het is het CHD7-gen. En als je daar een verandering in hebt die dat tot die aandoening leidt, ook dan heb je een verhoogde kans dat je ook weer een kind krijgt met het CHARGE-syndroom. En bij het CHARGE-syndroom komen eigenlijk wel heel vaak hartafwijkingen voor. En dat kunnen ook ernstige hartafwijkingen zijn. Dus dat is ook wel een belangrijke diagnose om te stellen. Omdat als een kind dat heeft, je daar ook wel wat mee moet. Ik heb als laatste, zeg maar, voorbeeld, heb ik hier nog een voorbeeld van een chromosoomafwijking die ook wat vaker voorkomt. En daarbij is een klein stukje van chromosoom 22 weg. En eigenlijk het meest opvallende aan die kinderen is vaak niet de slokdarmafsluiting, maar een hartafwijking. En een wat kenmerkend gelaat met een hele lange neus. Dat zie je denk ik hier wel een beetje op de plaatjes.
Maar ook deze kinderen kunnen allerlei andere aangeboren afwijkingen hebben. Bijvoorbeeld van de anus, maar zeker ook van de slokdarm. Dus ook dit is een belangrijk iets om uit te sluiten. En deze komt er bijvoorbeeld uit als je die SNP-array doet. Hè, dat screenende onderzoek waarvan ik zei, van daar beginnen we altijd mee. Nou, dan komt dit daaruit. Die andere syndromen waar een gen voor bekend was, die zitten ook allemaal in het pakketje wat je naar kunt kijken, zeg maar, als je gaat zoeken naar genen, erfelijke eigenschappen die betrokken zijn bij een slokdarmafsluiting. Op deze dia zie ik dat ik niet vergeten ben alle moeilijke woorden zeg maar, te vertalen. Nou, eigenlijk, ja, hartafwijkingen valt dan wel mee. En leerproblemen denk ik ook. MR is eigenlijk ja, hetzelfde als die leerproblemen. Endocrien, dat wil zeggen dat er afwijkingen zijn van de hormoonhuishouding. Otolaryngeaal, dat wil zeggen van de oor en van het gebied van de keel, zeg maar. De nierafwijkingen. Psychiatrische stoornissen, ja, van allerlei types, van angststoornissen tot ADHD, tot nou, van alles zit daarbij. En dysmorfie is een moeilijk woord voor ja, bijzondere gezichtskenmerken, zeg maar. Nou, ik heb deze, die sla ik allemaal over. Dat was nog een heel rijtje met andere genen, dat is reuze interessant voor mezelf, maar ja, het is gewoon een opsomming van en dit gen hebben we nog en dit gen. Dus ik denk niet dat dat zo heel veel bijdraagt. Ik denk dat het interessanter is om even te horen of jullie dingen hebben gemist of vragen hebben of dingen verklaard willen hebben. Zijn er vragen uit de zaal? Misschien mag ik dan beginnen met een vraag. Als je slokdarmatresie hebt. En zeker de mensen die dat lang geleden ooit hebben gehad, waar veel minder bekend was van dat erfelijkheidspalet wat we nu hebben laten zien. Adviseert u dan toch iedereen die dat ooit heeft gehad om erfelijk onderzoek te laten doen? Nou, wij denken dat iedereen die dat heeft gehad in ieder geval een reden heeft om erfelijkheidsonderzoek te doen. En wat je, of je dat zelf wil, of je daarvoor open staat, dat laat ik aan de mensen zelf over. Op het moment dat je bijvoorbeeld kinderwensen hebt, dan gaan mensen zich vaak in ieder geval afvragen van, hey, ik heb dat gehad, wat betekent dat voor mijn kind? Dus dan is het heel vervelend voor veel mensen om met die onzekerheid rond te blijven lopen, terwijl voor een grote groep mensen het risico misschien heel laag is. Dus je kan heel veel hebben, zelfs als je alleen maar voor een informatief gesprek komt, zeg maar, aan een erfelijkheidsgesprek. Er zijn ook mensen die zeggen, het maakt me niet uit, komt wat komt. Ja, dan heb ik je misschien niet zoveel te bieden. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik heb geen kinderwens, maar het gaat over mijzelf. Ik wil eigenlijk gewoon zelf wel eens weten of dat nou bekend is, of mijn zus heeft wel kinderwensen. Dus er kunnen allerlei redenen zijn om het wel te willen weten. En ik vind alle redenen die er zijn, vind ik ook echt geldige redenen. En als je ervoor kiest om het niet te willen weten of om het niet te laten onderzoeken, dan zou ik zelf zeggen van, ja, je kunt allicht eens komen praten om te kijken, ja, wat er inmiddels bekend zou zijn, hè? Dan kun je ook beter kiezen. Maar goed, het is geen verplichting, het blijft open. Maar ik vind het zelf wel nuttig. En ik denk dat veel mensen die hier zitten nog wel bij een arts misschien onder controle zijn. Maar we zien ook bij de genetica soms nog wel mensen die in het verleden een slokdarmafsluiting hebben gehad. Die blijken helemaal niet onder controle te zijn. Want bijvoorbeeld voor kinderen met een slokdarmatresie geven we nu inderdaad braaf aan van, nou, heel zinvol om naar Manon te gaan. Omdat je toch die slokdarm in de gaten wil houden. Maar dat is vroeger wisten we dat niet. Dus is tegen veel volwassenen is dat misschien niet gezegd. Dus ook op die manier kijken wij ook altijd van, zijn de mensen helemaal goed onder de controles? Weten zij ook wat er speelt? Dus bij welke ingang je naar binnen gaat, maakt het soms niet uit. Maar ik denk dat het wel fijn is als je bij, via de multidisciplinaire overleggen die wij hebben, ook, ja, dat je in ieder geval weet dat er ook van alles kan. En daarin mag je dan zelf je keuze maken. Dat is een vraag in de zaal. Wacht even voor de microfoon, dan kan iedereen het verstaan. Wordt er standaard een erfelijkheidsonderzoek gedaan als een kind geboren wordt met een slokdarmatresie? Nou, standaard is eigenlijk de bedoeling dat ik, zodra het kind geboren is, of een collega van mij, langskom nog tijdens de eerste opname en dan eerst eens even zo'n pluis, niet pluis, van moeten nu al allerlei dingen gebeuren of niet. Er wordt eigenlijk bijna altijd bij de OK wel bloed afgenomen. Dat wordt, nou ja, of met de ouders besproken dat dat gelijk voor dat screenende onderzoek gaat,
Of als het daar niet van komt, of als het in de hectiek allemaal een beetje ertussenin schiet, dan wordt dat bloed bewaard, zeg maar, dat DNA. En ik zit in principe bij 6 maanden standaard op de polykliniek bij de kinderchirurg en de kinderarts. Omdat je dan ook de drempel wegneemt, want klinische genetica klinkt toch altijd nog een beetje eng. En op dat moment zit ik er al en dat vinden de meeste mensen eigenlijk alleen maar prettig. En als ze niks willen, even goede vrienden. Maar als ze dan wel onderzoek willen, of in ieder geval een verhaal willen, dan kan dat ook. Dus in principe bieden we het wel aan iedereen aan. En was dat 15 tot 20 jaar geleden ook? Nee, dat was niet zo. Nee. Dus nee. Vanaf de laatste tijd is dat? Ja, dat is denk ik nu, nou ik zit hier nu denk ik 14, 15 jaar. En sindsdien zeg maar, zijn we het op gaan starten. Dus ik denk dat het de afgelopen 14 jaar dat het wel zo is. Het eerste jaar weet ik nog niet of het compleet was. Dus eventueel zou ik nog bij de huisarts in de brieven kunnen kijken of na kunnen vragen of het gedaan is, ja of nee? Ja, wat natuurlijk wel vaak gedaan werd, er was niet zozeer dat er altijd een gesprek was met de klinisch geneticus, maar soms werd er wel gewoon door de behandelend artsen zeg maar wel een chromosomenonderzoek gedaan. Ja. Maar ook niet altijd. En dat zouden wij nu niet meer het state-of-the-art onderzoek vinden. Dus wij zouden nu dan toch zeggen van nou, je komt wel in aanmerking om dat met de huidige technieken een keer te herhalen. Dus die snip-array. Oké, dank u voor het antwoord. Nog een. Ik zat toch nog wel met de vraag van hoe het met de verzekering en je hypotheek zit als je onderzoek doet. Ja, hele goede vraag. De verzekering, tenzij om religieuze redenen dat heb uitgesloten, betaalt gewoon. Kinderen hebben dus geen eigen risico, dus dan kost het niks. Volwassenen zijn hun eigen risico gewoon kwijt, zoals je dat bij elk specialisme hebt. Maar het wordt in principe helemaal gedekt. En voor de hypotheken is het zo dat wanneer je zeg maar onderzoek doet naar aandoeningen waar je nu geen last van hebt, bijvoorbeeld dragerschapsonderzoek naar erfelijke borstkanker, daar speelt dat bijvoorbeeld wel, dat als je een heel duur huis wil kopen en je hypotheek heel hoog is, dan mag de verzekering wat vragen. Mensen die zelf een slokdarmafsluiting hebben gehad, dat is een ander verhaal, want die verzekering heeft aan jouw rekening al lang gezien dat er wat met jou aan de hand is. Dus het is wat minder een geheim. En op dit moment is er zeg maar een moratorium. Ik weet even niet uit mijn hoofd het bedrag. Boven een bepaalde grens mogen ze vragen of je ooit geweest bent voor erfelijkheidsonderzoek. Maar bij een gemiddelde huizenprijs mogen ze het zeg maar nog niet vragen. Maar hoe dat in de toekomst gaat zijn, weten we natuurlijk niet. En als je bijvoorbeeld denkt van ik wil een huis kopen en ik wil genetisch onderzoek, dan is het misschien best handig om eerst dat huis te kopen en dan langs te komen. Dan ben je van dat zeggen wij ook bij. Hieronder nog wat vragen. Is het mogelijk dat mijn kinderen, ik ben zelf patiënt in ieder geval was, is het mogelijk dat mijn kinderen die nu verder gezond zijn, kinderen krijgen die te maken krijgen met slokdarmafsluiting? Maar die kans is over het algemeen heel erg klein, omdat wat je niet hebt kun je niet doorgeven, zeggen we wel eens, net 100 euro. Niet heb, kan je niet geven. Maar het gevaarlijke is dat bij sommige van deze aandoeningen, als ik kijk naar dat Feingold-syndroom, dat ik bijvoorbeeld wel iemand ken wiens kind een slokdarmafsluiting had, maar die vader had het ook. Maar die had geen slokdarmafsluiting. En je bedoel, ik ben niet al een generatie later, maar daaraan zie je wel van bij sommige aandoeningen die heel subtiel kunnen verlopen, kan het zijn dat je kind niet die slokdarmafsluiting heeft gehad en dat het allemaal heel subtiel is. En dan zeg je, ja, het zijn die familiehandjes, we hebben allemaal een beetje korte vingertjes, klaar. En dat misschien die erfelijke aanleg wel wordt doorgegeven, dus in een volgende generatie het alsnog wel terug kon kijken. Maar die kans is wel heel klein, want het zijn natuurlijk super zeldzame syndromen. Dus meestal verwacht je dat als kinderen het niet hebben, dat er voor de kleinkinderen het risico ontzettend laag zal zijn. Maar mochten ze er vragen over hebben, ook dan zijn ze welkom. Dan gaan we daarna wel snuffelen in uw gegevens uiteraard. Maar. Ik ben blij dat ik al 52 jaar ben en deze afwijking ook nog heb. En mijn vraag is, al die gegevens staan bij jullie meestal in het ziekenhuis. Dat ik hier in Sophia in 67 ook geopereerd ben. En ik heb geen ouders meer. Kan je dan achterhalen wat de gegevens zijn van wat er toen plaats is gevonden? Ja,
Nou, het ziekenhuizen hebben een bepaalde bewaartermijn. Dus na het laatste bezoek, zeg maar, moeten ze de gegevens een bepaalde termijn bewaren. En de genetica is altijd bijzonder geweest. Dat hadden wij hebben we eigenlijk nog steeds een apart dossier naast het gewone ziekenhuisdossier. Omdat we allerlei familieleden er soms in hebben zitten. Dus dat gaat niet altijd alle chirurgen aan, bijvoorbeeld. En wij hebben ook een veel langere bewaartermijn, omdat het over generaties heen gaat. Dus het is heel onhandig als je van iemand die iets heeft, de gegevens weggooit zo'n beetje tegen de tijd dat die kinderen gaat krijgen. Dan heb je die gegevens weer niet meer. Dus als er genetisch onderzoek is gedaan, dan zal dat heel vaak gewoon nog bereikbaar zijn. En ook als uw ouders dat destijds hebben aangevraagd, maar het ging om u, dan kunt u daar wel bij komen. Ik ben bijna zeker van dat ik in mijn toekomst geen kinderen kan krijgen. Vanwege Asperger. Dus ik ben blij dat ik Asperger heb. En dat ik alles op feiten leef en niet op gevoelens en gewoontes. Dus dat is mijn hulp geweest. Ja. Alleen het is mijn vraag. Kan ik achterkomen wat het aan mijn wat die afwijking is gekomen of wat ze hebben op dat moment geconstateerd hebben of dat toch destijds ook beschreven is in 1967. We zouden zeker kunnen kijken of er nog gegevens van u zijn. Ja, dus dat zou stap 1 zijn, om eerst te kijken of de gegevens er nog zijn. Als die er nog zijn, dan kunt u zeker een afspraak krijgen, hè, via een verwijzing gewoon van de huisarts om dat door te spreken wat er dan onderzocht is en wat er gekeken is. Geen vragen meer? Ik had nog één hele korte vraag. Als je erfelijkheid onderzoek wilt doen, moet dat altijd via bloed of kan het ook via speeksel of moet je een stukje haar geven? Wat voor materiaal? Allemaal, maar we doen het liefst bloed, want dat gaat gewoon het best. Maar we hebben sommige mensen met enorme prikangst en dan doen we het ook speeksel. Het is gewoon een beetje vervelend voor het lab, maar het kan. Ja. Oké. Ja. Nog een applaus voor Claire van Beven. Hartelijk dank. Gaan we van de genetica naar een heel ander onderwerp. De slokdarm. Ik had me al het begin aan u voorgesteld. Ik ben dus maag, darm en leverarts al hier. En ik ga het hebben over afwijkingen van het slokdarmslijmvlies. En er zijn eigenlijk twee afwijkingen die ik met u vanavond wil bespreken. En dat is de zogeheten Barrett-slokdarm. En ik zal u straks uitleggen wat dat inhoudt. En slokdarmkanker. En ik weet op het moment dat ik zeg slokdarmkanker, dan geeft dat heel veel onrust. Laat ik echt duidelijk zijn, dat is het laatste wat ik wil. Deze presentatie is niet om u ongerust te maken, maar juist om u inzicht te geven in de huidige kennis en om te delen waarom we dingen doen zoals we die nu tegenwoordig doen. Maar waarom hebben we het überhaupt over die slokdarmafwijkingen op lange termijn of op oudere leeftijd? Dankzij de enorme verbeteringen in de kinderchirurgie, in de technieken, maar ook in de verbetering op de intensive care, bij de kleintjes die geopereerd worden aan een slokdarmafsluiting, zie je dat in de laatste jaren de overleving na zo'n grote operatie enorm verbeterd is. En dankzij die enorme verbetering zien we gelukkig, en u bent hier het voorbeeld van, dat er veel mensen ouder worden met een slokdarmafsluiting. Wat we ook weten is dat bij deze groep patiënten veel klachten komen van maagzuur of reflux. En die komen zowel voor op kinderleeftijd, 60% van de kinderen hebben last van maagzuur, maar ook op oudere leeftijd zie je dat terugkomen, tot 70%. Er is ook nog een ander probleem met de slokdarm en dat is de bewegingstoornis van de slokdarm. Dus de slokdarm zorgt ervoor dat als we eten het voedsel naar beneden wordt geknepen naar de maag. Maar bij slokdarmatrosie-patiënten is natuurlijk ooit in het begin er een gap geweest, een afsluiting. En die is weer mooi gemaakt door de chirurg, maar daar ter plaatse zit een litteken. En wat je dan vaak ziet, is dat toch die beweging van die slokdarm minder is, waardoor het soms kan zijn dat het eten blijft hangen. Sommigen zijn er aan gewend, die eten altijd met wat drinken. En de ander, die kan alles eten. En de ander weet, sommige voedsel moet ik laten staan, want het blijft altijd zitten. Wat voor gevolgen hebben nou, nu weten dat dit vaak voorkomt bij deze groep, op de lange termijn?
En voordat ik daar verder in ga, heel even twee types van de slokdarmkanker die we herkennen. En dat maakt voor de behandeling niet uit, maar voor het begrip hoe ze ontstaan wel. En bij slokdarmkanker kennen we twee types. De eerste is de plaveiselceltype. En plaveiselcel is eigenlijk het normale laagje aan de binnenkant van de slokdarm. Het andere type is het zogeheten adenotype, ofwel het adenocarcinoom van de slokdarm. En dat ontstaat altijd in het onderste deel van de slokdarm, waar het normale slijmvlies, dat plaveiselcelepithel, opeens veranderd is nu in maagslijmvlies, oftewel het adenotype. En beide tumoren hebben een andere oorzaak. Om even te beginnen bij dat laatste type maagzuur, maagreflux. Dat komt niet alleen bij slokdarmatresiepatiënten voor, maar dat komt in de hele westerse wereld veel voor. En hoe ontstaat dat nou? Hier ziet u een plaatje, hier ziet u de slokdarm die overgaat in de maag. En aan het eind van de slokdarm zit een spier, de onderste slokdarmspier. En die is gespannen. En als die gespannen is, is het dicht. Op het moment dat u gaat eten, ontspant die spier en zakt dat eten in de maag. En doordat die spier zich aanspant, voorkomt u eigenlijk dat als u niet eet, er maagzuur de slokdarm inkomt. En die slokdarmspier die wordt geholpen om dicht te zitten door het middenrif. Dat valt precies samen bij de slokdarmspier. En daardoor sluit hij mooi. Wat gebeurt er nou als we ouder worden, en meestal vanaf het 25e tot 30e jaar, dan gaat die spanning van die spier afnemen. Zoals helaas wel meer dingen afnemen, maar ook die spierspanning in deze slokdarmspier. En daardoor gaat hij meer openstaan en kan er makkelijk maagzuur naar boven komen. En krijg je last van een brandende pijn achter het borstbeen, soms wat pijn in de rug, soms proef je ook maagzuur in de mond. Maar er zijn ook mensen die last hebben van maagzuur, dus het opkomen van zuur naar boven zonder enkele klachten, terwijl dat toch aanwezig kan zijn. Een andere oorzaak die nog versterkt is het feit als we ouder worden, neemt ook het gewicht vaak toe. En zeker in de westerse wereld is obesitas en toename van gewicht een probleem. En dat buikvet, het buikje wat we krijgen, zorgt ervoor dat eigenlijk dat middenrif wat meer wijder open gaat staan. En daardoor de opening waar de slokdarm doorheen kan, wordt wijder. En nu kan een stukje maag zich boven dat middenrif begeven. Dus terwijl het middenrif normaal helpt om die spier dicht te maken of te sluiten, ziet u hier dat dat niet meer het geval is. En er nu dus daardoor makkelijk maagzuur naar boven kan gaan. Dus dit is de normale situatie die heel veel mensen, en met name in de westerse landen, last van hebben. Hoe zit het dan bij slokdarmatresiepatiënten? Hier ziet u, bij de geboorte is de slokdarm niet één geheel. We hebben een bovenste deel en een onderste deel. En de kinderchirurg die trekt dit onderste deel op naar boven, zodat er weer één slokdarm wordt gemaakt. Maar met het optrekken van het onderste deel trek je eigenlijk die slokdarm boven dat middenrif. En zie je dus dat opeens dat middenrif, die onderste slokdarmspier, niet meer goed kan sluiten, want nu is een deel van de maag eigenlijk boven het middenrif gelegen. En dat verklaart waarom veel kinderen op jonge leeftijd zo last hebben van maagzuur. Is dat dan een probleem, maagzuur? Nou, ik zei het al, heel veel mensen hebben last van maagzuur. En gelukkig is dat in heel veel gevallen niet een probleem, althans niet een probleem op lange termijn, behalve dat het hinderlijk kan zijn en dat u misschien iets minder koffie moet drinken of minder chocola moet eten of misschien wat moet afvallen of medicijnen in moet nemen. Maar over het algemeen hebben heel veel mensen het zonder dat het ooit een probleem wordt. Maar in een klein deel van die groep patiënten ontstaat er een zogeheten ontsteking van de slokdarm, waardoor het wel klachten geeft en medicijnen nodig is. En in een nog kleiner deel van die mensen ontstaat de zogeheten Barrett-slokdarm. En wat is nou zo'n Barrett-slokdarm? Zo'n Barrett-slokdarm is een slokdarm waar dat de normale plaveiseltype, en dat ziet u hier, dat is dat licht roze slijmvlies. Doordat er continu zuur tegen die slokdarm slijmvlies aanklotst, verandert het lichaam dat slijmvlies in maagslijmvlies. Die denkt, dit is maag, dit is de zuur. Dus die verandert het en dan krijg je dat donkerroze slijmvlies van de maag. En dit noemen we een Barrett-slokdarm. En waar komt die naam dan vandaan? Barrett-slokdarm, dat staat niet voor een afkorting. Maar dat is vernoemd naar Norman Barrett.
En dat is deze meneer die ik u aan u introduceer. Dit is een chirurg, geboren in Australië, Adelaide. Hij ging geneeskunde studeren in de UK, in Engeland, in East Eton. En daar zag hij dit beeld. En wat we altijd doen als we iets weten, dan beschrijven we dat in bladen die heel veel artsen lezen om zo onze kennis over te dragen. En zo ook met de Barrett slokdarm. Hij beschreef dat hij keek en wat hij zag bij mensen was dat de slokdarm nu was veranderd in een soort maag. En wat hij dacht, dat waar hij naar keek, was dat het een aangeboren afwijking was van de maag. Dus dat het een hele lange maag was met een tute aan vast. Niet wetende dat dat helemaal niet maag was, dat was gewoon slokdarm waarbij dat binnenste deel van die slokdarm veranderd was van maagslijmvlies. Dus toen hij dat ook publiceerde, kregen meteen collega's daar antwoord op. Die zegt, ja, collega Barrett, allemaal leuk en aardig en heel goed dat hij dit opschrijft, maar uw theorie klopt niet. Dit is niet een afwijkende maag, maar dit is een slokdarm waarbij dat maagslijmvlies van veranderd is. Het heeft even geduurd voordat Norman Barrett overtuigd was. Dat gebeurt wel vaker met chirurgen. Maar uiteindelijk heeft hij toegegeven. En ondanks dat hij het niet helemaal bij het rechte eind had, wordt het nog steeds naar hem vernoemd. Dus vandaar de naam dat we spreken over een Barrett slokdarm op het moment dat het slijmvlies van het onderste deel van de slokdarm dus veranderd is in maagslijmvlies. Is Barrett slokdarm dan een probleem als je dat hebt? Hier nogmaals, dus we beginnen met de normale slokdarm en onder maagzuur en ontsteking kan er een ontsteking ontstaan of op lange termijn een Barrett slokdarm. Nogmaals, heel veel mensen met maagzuur, heel veel mensen geen klachten, maar in een kleine groep ontstaat er zo'n Barrett slokdarm. En in zo'n Barrett slokdarm kan bij het continu dat maagzuur, dat blijft bestaan, ontsteking ontstaan, waardoor er langzaam onrustige cellen in ontstaan, tot zeer onrustige cellen en uiteindelijk een kwaadaardige tumor, slokdarmkanker van het adenotype. Aangezien we weten dat dit zo'n stapgewijs proces is, zeggen we ook, die mensen met Barrett, die moeten wij controleren. En dat wordt nu tegenwoordig wereldwijd gedaan. Iedereen met een Barrett-slokdarm die krijgt regelmatig controles met een scopie, waarbij we een camera hebben en een lampje. Dat hebben we nodig, van binnen is het donker. We blazen lucht. En daarmee kunnen we heel goed dat slokdarmslijmvlies, die zogeheten Barrett-slokdarm, bekijken. En zo nodig hapjes nemen om onder een microscoop te bekijken, om die onrustige cellen op te sporen. Want als we deze zeer onrustige cellen opgespoord hebben en die behandelen, en dat kunnen we doen middels endoscopische behandelingen, dus geen chemotherapie, bestraling of operatie, maar met de scope met die onrustige cellen weghalen, dan voorkomen we dat slokdarmkanker kan ontstaan. En sterker nog, tegenwoordig is het zelfs zo dat bij de mensen waarbij de licht onrustige cellen aanwezig zijn, we die behandelen en daarmee de zeer onrustige cellen mee kunnen voorkomen. Kortom, door het vroeg opsporen van die vroege afwijkingen voorkom je eigenlijk de tumor of vind je de tumor in een vroeg stadium. Maar ik had het u met u in het begin over dat er twee types waren. Dus ik heb nu uitgelegd hoe dat ene type ontstaat. Maar hoe zit het dan met dat plaveiseltype, dat normale slokdarmslijmvlies? Hoe ontstaat daar dan een kwaadaardige tumor in? Als we kijken in de Nederlandse bevolking, heeft dat eigenlijk twee belangrijke oorzaken. Kunt u ze bedenken? Roken. Roken en alcohol. Of roken of alcohol. Dan eigenlijk de meest voorkomende risicofactoren voor slokdarmkanker van het plaveiseltype. Maar er is ook nog één ziektebeeld waarbij we ook zien dat die groep patiënten een verhoogd risico hebben. En dat zijn de patiënten met deze aandoening. Dit zijn de patiënten met achondroplasie. En dat is in tegenstelling tot dat maagzuur wat ontstaat doordat de spanning van die onderste slokdarmspier juist minder wordt, hebben deze patiënten last dat die spier continu knijpt. Hier ziet u een passagefoto. Ik weet niet, misschien dat meerdere wel zo'n foto gehad heeft, maar je drinkt dan een slokje contrast en dan maken we foto's. En wat u hier dan ziet, is dat contrast zit in die slokdarm en gaat met een soort muizenstaartje over naar de maag. En dit is hoe je het ziet als we kijken met zo'n scopie. Dan ziet u hier die onderste spier die helemaal gespannen is. En doordat die zo gespannen is, blijft dat eten en voedsel en vocht heel lang in die slokdarm zitten. En dat geeft irritatie aan de slokdarm en ontsteking. En dat geeft
de plaveiselceltype slokdarmkanker. Bij slokdarmatrisiepatiënten komt dus en die maagzuur eerder voor, maar ook die bewegingsstoornissen. En die bewegingsstoornissen zorgen ervoor dat er langer soms het eten blijft zitten. Dus zowel die maagzuur en dat anotype en het Barrett-slokdarm, als dat continu stase van dat voedsel, geeft ontstekingen, wat eventueel dan ook zou kunnen leiden tot plaveiselceltumoren. Het lichaam heeft gelukkig afweermechanismen voor die maagzuur geregeld. En dat is het produceren van speeksel. Want speeksel is basis. En als je maar heel veel speeksel is en dat inslikt, dan neutraliseert dat het zuur. En hoopt zo die zuurgraad te verlagen, zodat je minder last hebt en minder irritatie van het zuur. En een andere verdedigingsmechanisme is het bewegen. Dus de slokdarm gaat harder bewegen om te zorgen dat het maagzuur weer snel naar de maag gaat. Maar dat is dus vaak bij slokdarmatrisie een probleem, dat die beweging niet optimaal is, waardoor dat beschermingsmechanisme ook minder werkt. Gelukkig, in tegenstelling tot André Kuiper, hebben wij zwaartekracht. En meestal met de zwaartekracht lukt het dan toch wel, over het algemeen, om weer het voedsel en het zuur naar beneden te krijgen. Om nou te weten, is het dan zo, als we dit weten, komt er dan dit soort beelden vaker voor bij mensen met slokdarmatrisie dan de algemene bevolking? Dus laten we eerst eens even kijken hoe vaak het voorkomt in de algemene bevolking. En dan zie je dat in de algemene bevolking, als we kijken naar zo'n Barrett slokdarm, komt dat ongeveer 2% voor. En die 2% zit hem met name bij mannen van een jaar 55. En als je kijkt naar de slokdarmtype tumor adenocarcinoom, dan komt dat in 0,1 tot 0,7% per jaar voor. Voor de slokdarmkankers zijn in Nederland ongeveer 2500 mensen per jaar waarbij deze diagnose wordt gesteld. Dit zijn ook weer met name het adenotype en mannen van 65 tot 69 jaar. Het wordt vaak gevonden bij mensen met klachten en dat is een nadeel. Want als je vaak klachten hebt, dan zit het vaak in een later stadium. Terwijl de patiënten met de BER die we regelmatig controleren, vinden we de tumor vaak in een vroeger stadium en daarmee een veel betere overleving. Want op het moment dat je al klachten hebt, zie je dat de overleving, met name de vijfjaars overleving, 20% is. Terwijl als je het vroeg opspoort, stijgt naar 90%. En ik denk ook wat belangrijk is dus om mee te geven, is het eerste alarmsymptoom van een patiënt met slokdarmtumor is dat het eten niet goed passeert. Altijd passeert het goed en nu passeert het niet goed. Maar bij slokdarmatrisiepatiënten is dat natuurlijk voor veel mensen helemaal geen alarmsymptoom, want dat is iets wat vaker optreedt en dan drink je wat en dan zakt het weer. Dus in 2012, toen er wat bekend was, zou dit dan een effect hebben op de lange termijn, kwam mijn collega Hanneke IJsselstein van de kinderchirurgie naar mij toe en zei, Manon, moeten we hier nou wat mee? En ik zei, ja, maar wie zegt dan dat er een verhoogd risico is? Weet je wat, laten we eerst eens kijken wat de literatuur zegt hierover bij deze groep patiënten. Dus we gingen de literatuur langs en eerst vonden we wat beschrijvingen in de literatuur. En inderdaad, wat we zagen was dat slokdarmkanker, de beide types, voorkwamen bij de patiënten met de slokdarmatrisie op een veel jongere leeftijd dan dat we gewend was bij de algemene bevolking. 19 tot 46 jaar. Maar dit was een enkele casus. Toen kwam een studie uit Scandinavië. En daar hebben ze de hele groep met slokdarmatrisie patiënten bekeken. En die gecorreleerd met de kankerregistratie. Om te kijken, komt er nou vaker kanker voor? En die zagen, nee hoor, dat vinden we helemaal niet. Er komen niet meer tumoren voor. Maar dit was wel een groep waarbij de leeftijd relatief jong is. En je natuurlijk niet wist of er al bijvoorbeeld zo'n Barrett slokdarm aanwezig was. Want niemand had gekeken in die slokdarm. En toen kwam er een studie uit Australië. En wat die deden was dat patiënten die ooit bekend waren in een ziekenhuis met slokdarmatrisie, die vroegen ze om nog een keertje terug te komen om in die slokdarm te kijken, om te kijken wat zijn nou de effecten op lange termijn van dat slokdarmzuurvlies. En dit is wat zij vonden. Zij zagen dat bij die patiënten met slokdarmatrisie 11% een Barrett slokdarm had. Dat is bijna 5 keer zoveel als in de algemene populatie. En het adenocarcinoom was 0,9 in plaats van 0,7, dus ook wat verhoogd. En wat verder opviel, is dat inderdaad dat plaveiseltype daar in 1,3% voorkwam. Dat is 100 keer zoveel als in de algemene bevolking. Nou klinkt 100 keer heel veel, maar als iets bijna niet voorkomt, dan hoef je maar 1% erbij te hebben en dan zit je al op heel hoog. Dus absoluut is het laag, maar het is wel duidelijk een verhoogd risico.
En wat ook nog eens een keer opvalt, op een toch relatief jonge leeftijd dan dat we kennen van de algemene bevolking. Dus de theorie dat als je misschien al heel lang vanaf kinds af aan de klachten hebt van maagzuur en het niet goed bewegen van de slokdarm, waar daardoor het voedsel en de vocht kan ontstaan, heeft mogelijk wel effect op het slijmvlies. Dus zaten ik en mijn collega, ja, maar wat doen we er dan mee? Wat gaan we nu hier doen voor die mensen in Nederland? Zeggen we wachten nog resultaten af? Of zeggen van, nou, we vinden dit toch wel lastig om weg te kijken. Laten we de handdoek oppakken en hier ook in Nederland starten met zo'n onderzoek. Om dan te bekijken of dat inderdaad zo is. Maar met name ook om iets te kunnen betekenen. Dus wat hebben we gedaan? Vanaf 2012 zijn wij de boeken ingegaan en hebben alle verslagen van de kinderchirurgie van alle kinderen die hier ooit geopereerd zijn in het Sophia kinderziekenhuis opgezocht. Dus het oudste verslag die we vonden was uit 1948, net na de Tweede Wereldoorlog, en de jongste tot 1999. En daarin was natuurlijk heel gepuzzel om te kijken of we nog adressen konden vinden, wie nog in leven was, wie nog überhaupt in Nederland woonde. En van al die groep hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk gegevens naar boven te halen. En die hebben we een brief gestuurd. En hebben we gewoon eerlijk gezegd, dit is wat de literatuur zegt, dat er een mogelijk verhoogd risico is. We weten het niet zeker, maar hierbij willen we in ieder geval een kans bieden, een uitnodiging bieden om langs te komen voor zo'n kijkonderzoek. Totaal hebben we 289 mensen kunnen vinden, waarvan niet alle adressen kloppen. Dus er zullen verschillende uitnodigingen ook op de mat zijn gevallen bij mensen die dachten, wat moet ik hiermee? Dit zegt mij niks. Maar 151 patiënten deden mee. Dus eigenlijk de meesten die de brief hadden gekeken, waren bereid om zo'n kijkonderzoek te ondergaan. En de gemiddelde leeftijd was 25 jaar. De jongste 17, de oudste 69 jaar. En daarbij deden we scopie, dus kijkonderzoeken, waarbij we keken naar de slokdarm. Ik had u uitgelegd, gewoon het normale type en de overgang. En keken we hoe vaker nou zo'n Barrett slokdarm voorkwam. En wat bleek? Bij ons was 10 van de 151 patiënten was inderdaad sprake van zo'n Barrett slijmvlies. Dus 6,6%, drie keer hoger dan de algemene bevolking. En op een veel jongere leeftijd, 32 jaar. Als we keken, was het inderdaad meer mannen dan vrouwen. Maar ook vrouwen kregen Barrett slokdarm. 2 vrouwen, 8 mannen. En gelukkig van al die Barrett slokdarmen had niemand onrustige cellen. Dus iedereen had de best, maar geen enkele onrustige cel daar gevonden. De vraag was, van die 151, waarom krijgen nou 10 wel Barrett slokdarm en waarom de ander niet? Zijn er dingen die dan kunnen verklaren waarom de een dat dan wel ontwikkelt en de ander dan niet? Een vraag die wij nog steeds in de algemene bevolking ook niet goed weten. Waarom de een met maagzuur het wel krijgt en de ander niet. En dat hebben we gekeken op basis van de data die we hadden gevonden in onze groep. En het enige wat we vonden was dat degene die geopereerd was met voor reflux, een zogeheten nissenoperatie, in het verleden, dat die een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van zo'n Barrett slokdarm. De aantallen zijn klein, dus het is niet heel hard te maken. Ik denk, de boodschap die we hieruit leren is dat als je ooit een operatie hebt op kinderleeftijd tegen maagzuur, wil dat niet zeggen dat dat 100% beschermt op de lange termijn, om toch de lange termijn effecten van maagzuur te ontwikkelen. Hoe zat het dan met de patiënten met slokdarmkanker in onze groep? In onze groep van die 151 mensen vonden we 4 tumoren. Dus dat is 2-3%. En 3 van het blafijzerceltype in 2 mannen. De ene man van 42 jaar en de andere man van 45 jaar. En de eerste man van 42 jaar, die is daarvoor behandeld en geopereerd, maar ontwikkelde 18 jaar later toch nog een tweede tumor in het begin van zijn slokdarm. Vandaar 3 blafijzerceltypen, dus het type vanuit het normale slijmvlies van de slokdarm. En 1 patiënt met darmkanker. En die patiënt met darmkanker was niet de patiënt met darmkanker van de dikke darm die op de normale plek zit. Maar dit was iemand die had een operatie gehad waarbij de uiteinden, het begin en het uiteinde, te ver van elkaar aflagen. Zodat de chirurg het niet meer lukte om dat onderste deel naar boven te maken. Maar heeft ertussenin een dikke darm geplaatst. En in die dikke darm is die kwaadaardige tumor gekomen. En die hebben dus daarmee met die kijkonderzoeken kunnen ontdekken. En ook op een relatief jonge leeftijd, 48 jaar, zonder dat hij aanwijzing had voor erfelijkheid. Maar eigenlijk,
Ook dus bij colonintermenaten is dat dus zo, zoals we dat noemen, zo'n stukje darm. Dus doen we kijkonderzoeken om daar te kijken of we al vroeg afwijkingen kunnen vinden. Want hetzelfde geldt eigenlijk voor slokdarmafwijking. Bij darmkanker is het voorstadium een polyp. En zie je de polyp en haal je die weg, dan voorkom je de darmkanker te ontstaan. Wat zegt de Europese richtlijn? En ik kan u zeggen, daar hadden wij wel een beetje invloed op, maar die adviseert dus mensen met slokdarmatresie te screenen. Maar hoe moet je dan screenen? Dat stond er niet vermeld. Zijn we weer bij elkaar gaan zitten hier en zeiden, wat zou nou de beste aanpak zijn om die slokdarm goed te screenen? We wisten al van Barrett's slokdarm dat als je regelmatig die mensen onderzoekt, met zo'n kijkonderzoek, goed kijkt en hapjes neemt, dat dat helpt in het vroeg opsporen van die onrustige cellen. Vandaar dat we besloten om dat eigenlijk hetzelfde te doen voor slokdarmatresiepatiënten. Dus wat we doen is we kijken, en dat doen we met gewoon licht, maar doen we ook met inzoomen, zodat we heel goed op het slijmvlies kunnen kijken, en met ander licht, zodat ook die onrustige cellen goed naar boven komen. En als we niks zien, dan nemen we hoe dan ook hapjes van dat slokdarmslijmvlies en van de Barrett's slijmvlies, om ook onder microscoop zeker te weten dat we niks gemist hebben. En als we afwijking zien, dan nemen we natuurlijk gericht hapjes om die onder de microscoop te bekijken. Hoe zit het dan met het plaveiseltype? Want nu, dat is een manier om dat amenotype op te sporen. Het plaveiseltype, daar zijn we in Nederland niet echt mee bekend, omdat het heel weinig voorkomt. Maar in Azië komt het veel vaker voor. Dus wat we hebben gedaan, is hoe ze dat in Azië doen, doen we nu ook hier in Nederland. En dat is hetzelfde als met de Barrett. We gaan naar binnen, we kijken goed, maar spray je eigenlijk nu dat slijmvlies met jodium. En waarom doen we dat? Als je goed kijkt, ziet u hier al een hele kleine afwijking zitten met onrustige cellen. En als we dat met jodium sprayen, dan ziet u dat die afwijking duidelijker wordt, omdat die plek, die onrustige cellen, die nemen die jodium niet op. Dus voor ons maakt dat veel beter inzichtelijk waar de plekken zitten met onrustige cellen. Hoe ziet dan het follow-up eruit wat we doen? Ons idee was om van het 18e jaar te beginnen, maar in verband met de ziektekostenverzekeraar starten we eigenlijk al vanaf 17e jaar, omdat er nog veel kinderen bij hun ouders in zitten in de ziektekostenverzekering. En kijken we of er afwijkingen zitten in de slokdarm. Zijn er niet, dan doen we dat 1 keer per 5 jaar. Omdat de kans, als je ouder wordt, natuurlijk iets toeneemt, wordt dat interval na je 30 jaar verkleind naar 1 keer per 3 jaar. En vanaf het 25e jaar sprayen wij de slokdarm dan tijdens die procedure met het jodium. Wat ik vanavond heb hopen duidelijk te maken, is om een beetje inzicht te geven in wat we doen en waar we vandaan kwamen en wat onze gedachte was om dit te gaan doen. Ik heb u dus laten zien dat ook bij onze groep blijkt dat Barrett's slokdarm wel vaker voorkomt. 3 keer zo vaak dan algemene bevolking, maar op een veel jonge leeftijd. Gelukkig had niemand onrustige cellen. Dat ook dat plaveiseltype tumor veel vaker voorkomt dan in de algemene bevolking. Veel vaker, relatief gezien, maar absoluut gelukkig nog hele lage aantallen. Dat slokdarmscreening en het regelmatig onderzoek doen van je slokdarm helpt om een vroeg stadium op te sporen. Zelfs zo vroeg stadium, zonder dat er nog kwaadaardige cellen ontstaan, maar alleen die zeer onrustige cellen. Maar overal gezien zullen we echt nog wel wat meer studieresultaten nodig hebben om te zien of dit daadwerkelijk effectief voor u is. En daar hebben we gewoon u en uw data voor nodig om dat te laten zien. En met name om te kijken wie van u heeft nou meer risico ten opzichte van de ander. Want dan kan je ook aantal kopieën besparen. Dat zal niet 1, 2, 3 bekend zijn. We zijn vanuit Rotterdam gestart met een nationaal consortium. Dankzij collega's van de kinderchirurgie en maag-darm-leverziekte in Nederland bereid gevonden om ook dit screeningprogramma te doen, waarin iedereen gemonitord wordt, zodat we op termijn uiteindelijk kunnen kijken hoe effectief dit programma is. En dat we met z'n allen kunnen kijken of we de zorg voor slokdarmatresine ten aanzien van het slokdarmslijmvlies kunnen optimaliseren. Hartelijk dank voor je aandacht. Zijn er vragen? Wacht even tot de microfoon komt. Hieronder. Als de slokdarmatresie opgelost is, om daar een stuk dunne darm tussen te zetten. Ja. Is er ook onderzoek geweest dat je dan dat er ander risico loopt, zeg maar, wat er in die dunne darm met name kan ontstaan? Want er komt natuurlijk vers voedsel door. Ja. Dat blijft met name daar ook lang hangen. Ja.
Dus wat voor risico brengt dat met zich mee? Ja, goed punt. Dat weten we niet. Hetzelfde als met die dikke darm. Maar wat we wel hebben gezegd is, als het in die slokdarm kan ontstaan, als het in de dikke darm ontstaan, en nogmaals, we hebben maar één patiënt, maar hebben wel gezegd dat die kinderen die dat hebben, die sluiten we niet uit. Dus ook die adviseren om te screenen, om uiteindelijk op termijn te bepalen, is dat hetzelfde risico, is het een ander risico wat je dan hebt. Maar je kan je voorstellen, precies wat u zegt, ook daar blijft dat voedsel staan en wat voor effect heeft dat dan? Ja, nog niks van bekend, maar hopelijk over een aantal jaar meer. Ja. Zit hier nog een vraag? Ja, u vertelde van de NIS-operatie dat er dan een verhoogd risico is. Terwijl ik eigenlijk altijd dacht van als die NIS-operatie is gedaan, dan kan er geen maagzuur naar boven. Dus dan heb je ook minder kans dat daar zuur blijft hangen. Dus minder risico. Ja. Maar ik sta er eigenlijk van te kijken dat het dus niet is. Dus ja. Ik begrijp dat niet. Nee hoor, wij begrepen dat ook niet. Want het was natuurlijk ook zo dat toen ik een aantal patiënten op de poli kreeg, en toen zeiden de ouders, oh, maar voor mijn kind niet, want die heeft ooit een NIS gehad vroeger. Wat wij denken wat het is, is dat als je op jonge leeftijd zo'n maagzuuroperatie, zo'n antirefluxoperatie krijgt, dat je in de leeftijd eruit kan groeien. Dus uiteindelijk toch ook wel weer maagzuur kan ontwikkelen. Of is het zo dat je van tevoren al geboren bent, dat je meer kans hebt op maagzuur, en in de eerste periode voordat je die operatie kreeg toch al veranderingen zijn geweest in het slijmvlies, waardoor je uiteindelijk aan het eind toch kans hebt op zo'n Barrett's lockdown. Dus de kip en het ei, dat weten we niet. We waren ook verbaasd dat dit eruit kwam. Omdat die aantallen zo klein is, wil ik niet heel stellig zeggen, oh, je hebt een verhoogd risico. Daarom draai ik hem om en zeg van, het is niet bij iedereen een beschermend effect op de lange termijn. Niet voor dit, maar wel voor andere dingen. Ja, ja, ja. Nee, helemaal. Dus niet, ik wil niet zeggen, dus voor de lange termijn beschermt het niet. Hè, maar als het is voor de problemen op kinderleeftijd, dat bedoel je, René? Ja. Voor de mensen hier, ik ben heel blij dat er twee kinderchirurgen zijn, ondanks dat u misschien die nu niet meer zo nodig heeft. Maar mocht u nog vragen hebben over uw operatie van vroeger, dan is hier professor René Wijnen en John Vlot van de kinderchirurgie. Dus ook die kan u gewoon in de pauze gewoon lekker even storen. Ik had nog een vraag. Ik ben 58 jaar geleden in Groningen geopereerd. Ja. Heb nooit meer een follow-up gehad, 58 jaar lang niet. Ja. Zou je me adviseren om dan toch, ik zie Groningen ook op het scherm verschijnen, zelf daar actie op te ondernemen? Ja, zeker. Dat is ook echt de reden dat we het heel verspreid hebben. Niemand heeft, zeker de oude groep, heeft niet zo'n mooie follow-up zoals we tegenwoordig hebben bij de kinderchirurgie. Dus daar is de stroom naar de volwassenen makkelijker. Ik ben namelijk heel blij met dit symposium en dat er zoveel mensen komen, omdat er toch een hele groep zijn die we niet bereiken. En in Groningen is daar collega Peters die daar de scopieën doen. Ja, in het UMCG, ja. Het is zo, overal eigenlijk de academische centra die operaties doen, daarvan doet de volwassen MDL de follow-up. Behalve eigenlijk in Nijmegen, daarvan komen de patiënten naar ons toe. Maar mocht u toch ergens in uw buurt graag dit onderzoek willen krijgen, dan probeer ik toch altijd een collega bereid te vinden en dan stuur ik het protocol op. Voor ons is het dan wel fijn dat we weten wat de uitkomsten zijn, zodat we op termijn inderdaad kunnen zeggen dat het programma effectief is. Maar wel om te zorgen dat iedereen zo dicht mogelijk bij huis dit onderzoek zou kunnen krijgen. Ja. Is in het onderzoek ook meegenomen wel of geen gebruik van maagzuurremmers? Ja, goeie. Ja. Dat nemen we, dat hebben we geprobeerd mee te nemen. Dat is achteraf heel lastig, want dat zie je niet goed altijd hoe dat ingenomen is, zeker op jongere leeftijd. En omdat sommige mensen het ook af en toe innemen en de anderen weer elke dag. Dus dat is heel lastig, dus dat hebben we niet uit die data kunnen halen. Maar dat is wel iets wat we nu meenemen. Dus wat we nu meenemen is bij iedereen die gescreend wordt, rookt iemand, drinkt iemand, is iemand allergisch, heeft iemand longklachten, om zo te kijken voor de toekomst. Wat zijn nou zaken die eventueel preventief zijn, dus kunnen voorkomen, en welke factoren zijn nou een risico? Ja, goede vraag. Oké. Ja, ik ben nu 28 en ik zag bij die follow-up staan dat er eigenlijk 30 jaar. Maar is het dan ergens iets van dat ik ervan uit moet gaan dat over 2 jaar dat er dus
een brief op de mat ligt voor zo'n onderzoek? Of zeg je eigenlijk van, goh, je moet zelf dat contact zoeken? En zo, ja, hoe gaat dat dan? Moet ik dan eerst naar de huisarts? Of, want ik ben eigenlijk ook niet meer onder controle sinds... Nou, ik kan me niet eens heugen wanneer we voor het laatst gingen. Sinds je 10. Ja. Ja, nee hoor, dat is de lastigheid hier in het Erasmus MC. Konden we natuurlijk zoveel mogelijk mensen die we konden traceren, die hebben we proberen op te roepen. Hetzelfde doen we in Nijmegen, maar er is natuurlijk een hele grote groep die we niet hebben kunnen oproepen of waarvan we niet weten dat dat slokdarmatresiepatiënten zijn. Wij adviseren dus nu vanaf het 18e jaar om dan de scopieën te doen en dat iedere 5 jaar. Ik kan u zelf niet oproepen, want dan krijgt u problemen met de ziektekostenverzekeraar. Want die zegt dan, ja, dat is de dokter, die wilt iedereen maar naar zich toe hebben. En dan moet u zelf de rekening betalen. Dus wat wij adviseren aan patiënten is eigenlijk om naar de huisarts te gaan en vragen om een verwijzing. En dan naar een van de centra, de academische centra. Als het in de buurt is, dan kan ik altijd kijken naar een maag-darmleverarts in de buurt. Hier nog even, daar nog even. Hallo, goedenavond. Ik ben met mijn vriend mee en ik heb wel eens gehoord dat slokdarmkanker heel snel kan gaan. Mijn vriend wordt nu 1 keer in de 3 jaar opgeroepen, maar is dat niet veel te kort? Nou, wat ik daarmee ook wilde zien, je ziet eigenlijk dat de slokdarmkanker zich juist in stappen ontwikkelt. Dus het is nooit boem in 1 keer. Ja, het is boem in 1 keer omdat mensen nooit wisten en opeens klachten krijgt en dan is het te laat. En dat is de reden waarom we dus mensen in 1 keer in de 3 jaar en 1 keer in de 5 jaar doen. Of dat het juiste interval, dat moet ook op termijn maar zeggen of we goed zitten. We zijn eigenlijk meer te bang dat we het misschien nog iets te kort doen en dat het misschien wel in de toekomst nog verlengd kan worden. Maar juist willen we het nu niet dat we mensen verliezen. En zie je vaak toch dat het eerst met wat onrustige cellen begint voordat het slokdarmkanker wordt. Vandaar dat we verwachten dat interval goed genoeg is. Oké, en dan heb ik nog een vraagje. Voor het erfelijkheidsonderzoek, moeten we daar ons voor aanmelden? Of hoe werkt dat? Dat gaat ook gewoon via de huisarts een verwijzing vragen naar een dienstgenetisch centrum bij u in de buurt. Dat is het handigst. Ja. Oké, vriendelijk bedankt. Ik zie nog 1 laatste vraag, want we lopen anders heel erg uit. En dan zit ik uw avondeten te verpesten. Oh, hier nog een vraag en daar nog een vraag. En dan, ja. Hallo. Ik heb 5 jaar geleden, denk ik, dat onderzoek gehad. Is het niet juist dat het onrustiger wordt door het onderzoek in je slokdarm? Ja, nee, dat niet dat we dat denken. We doen nu voor de Barrett's slokdarm natuurlijk al heel veel. En heel veel scopieën zelfs, wat we daarvoor verrichten. Dat zien we niet, gezien het kleine percentage wat eigenlijk zich ontwikkelt tot tumor. Dus we verwachten niet dat de scopie zelf daar invloed op heeft. Nee. Laatste vraag, maar mag ook in de pauze. Dus trek maar aan mijn jasje of aan een jasje dan mijn vraag. Hartelijk dank voor uw aandacht en geniet van uw maaltijd. Goedenavond allemaal. Als u zover bent, zouden wij verder willen gaan met het programma. Zoals u ziet zijn de sprekers gewisseld van zaal. U heeft mij in elk geval nog niet hier net voor de zaal gezien. Mijn naam is Chantal ten Katen en ik werk hier als artsonderzoeker. Ik werk zowel als arts voor de kinderchirurgie als de maagdarmleverziekte. En misschien dat een aantal van u mij ook al heeft gezien op de poli bij de maagdarmleverziekte. En ik zal het tweede deel van het programma voor u aan elkaar praten en de sprekers introduceren. Ik hoop dat u allemaal lekker heeft gegeten. Ik wilde allereerst vragen, zijn er hier nog mensen die meedoen aan de focusgroep voor familieleden? Dan mag u weer naar buiten. Er staat bij de aanmeldtafel iemand op u te wachten. En verder hebben alle familieleden, partners, ouders die daaraan mee zouden doen, hebben al het groepje gevonden. Okay, hartstikke goed. Dan gaan we verder met de longarts. Dr. Lieke Kamp zal iets vertellen over klachten van de longen en de luchtwegen bij een slokdarmafsluiting en het centrum over congenitale longziekten. Goedenavond allemaal. Sommigen van u zullen mij kennen en voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Lieke Kamphuis, longarts hier in het Erasmus MC. En ik hou me sinds een jaar bezig om de zorg voor volwassenen te verbeteren. Die een aangeboren longziekte hebben, waaronder dus de slokdarmatosie. Maar ook longaandoeningen die rondom de geboorte ontstaan. En dat is iets wat nog niet bestaat in Nederland. Dus wij zijn het eerste centrum in Nederland dat nu organiseert.
Dit is een blaadje wat ik eigenlijk al vaker laat zien. Er zit hier een patiënt zitten, die is aan het hoesten. En aan de andere kant van het bureau zit een dokter. En de dokter zal altijd vragen, hoe is het met u? Nou, wat een patiënt dan gaat zeggen, in ieder geval tegen een longarts, ik ben benauwd, ik moet hoesten. Maar een patiënt zal nooit uit zichzelf zeggen, nou, ik heb zoveel ziektelast. Dus dat is eigenlijk wel iets wat niet goed bekeken wordt door artsen en echt onderschat is. Dus wat je hier ook ziet, deze patiënt is aan het hoesten en zegt het gaat goed, maar dan zie je die hele grote rugzak op de rug. En ja, het is vaak echt een ondergeschoven kindje dat er dus best veel ziektelast is van ziektes. Ik ben longarts. En wat moet een longarts nou doen op een symposium voor slokdarmatologie? Want dat heeft helemaal niks met elkaar te maken, zou je zeggen. Ik ga er wat kort wat over uitleggen. En ik hoop dat het na het half uur in ieder geval duidelijk is waarom ik hier een presentatie heb gehouden. Dus de zijkant van het gezicht. Even kijken of de muis het doet. Die doet het. Dit is de luchtpijp en dit is de slokdarm. Als deze persoon gaat eten, dan komt het binnen via de mond. Dan gaat het naar achteren, over de tong heen. Dit is de tong. En dan zakt het eten naar beneden. In de slokdarm, niet in de luchtpijp. Maar mensen kunnen zich verslikken. Ook mensen die geen slokdarmatologie hebben. En dan komt het eten dus niet in de luchtpijp, of niet in de slokdarm terecht, maar in de luchtpijp. Dus dat staat eigenlijk helemaal los van slokdarmatologie, want ook normale patiënten kunnen zich verslikken. Ik laat het plaatje altijd zien om aan te geven dat de luchtpijp en slokdarm echt dicht tegen elkaar aan liggen. En het wordt ook nog wat duidelijker op dit plaatje. Dus de bovenkant, of van de bovenkant gezien. De luchtpijp die bevindt zich aan de voorkant en daarachter de slokdarm. Normaal zit daar dus geen verbinding tussen, maar ze liggen dus echt dicht tegen elkaar aan. Kort even iets over de ontwikkeling van de slokdarm en de luchtpijp. Hoe die nou precies is, dat weten we nog steeds niet. Wat we wel weten is dat als een vrouw tussen de 6 en 8 weken zwanger is, dat die ontwikkeling begint en ontstaat. En dat ziet u hier. Het begint met een buisje. En bij dit buisje ziet u al een kleine uitstulping zitten. Dit is het begin van de luchtpijp. En daarna begint de verdere ontwikkeling. Hoe nou de stap naar dit uiteinde of naar het uiteindelijke resultaat gaat, daarover zijn dus meerdere theorieën. En de theorie die het meest gebruikt wordt, is het Watershed-model. En dat betekent als we naar dit plaatje kijken, dat beide structuren, dus het begin van de luchtpijp en het begin van de slokdarm, tegelijkertijd aan gaan groeien. Zodat je een volledige slokdarm krijgt en een volledige luchtpijp. En pas na het aanleggen van de luchtpijp gaan de longen zich ontwikkelen. Het is een heel proces wat je moet doorlopen. En dat proces gaat dus niet goed bij patiënten met slokdarmatresie. Het plaatje is misschien net al vertoond. Dan is het een herhaling en anders is het een nieuw plaatje. Op dit moment onderscheiden we 5 types van slokdarmatresie. Type A tot en met type E. De meeste patiënten hebben type C. En als we goed naar die plaatjes kijken, dan is het beige gedeelte is de slokdarm. Het groene gedeelte is de luchtpijp. En u ziet dat type B tot en met type E, die hebben een connectie met elkaar. Dus de slokdarm en de luchtpijp zijn op een bepaald niveau met elkaar verbonden. Dus u kunt zich voorstellen dat deze patiënten luchtwegklachten en longklachten hebben. Maar ook deze groep, groep A, die dus geen directe verbinding heeft tussen de slokdarm en de luchtpijp, hebben luchtwegklachten en hebben longklachten. Hoe dat kan, daar kom ik verder op terug, of kom ik later op terug. Kort even iets over hoe wordt het nou ontdekt. Nou, vaak is dat rondom de geboorte. Een babytje komt, wordt geboren, gaat ademhalen, gaat speeksel produceren en het speeksel wordt ingeslikt. Bij de meeste patiënten zit er dus, tenminste bij de slokdarmatologie patiënten, zit er geen verbinding van de slokdarm naar de maag. Dus het speeksel hoopt zich op. En is er een verbinding tussen de luchtpijp en de slokdarm. Lucht en speeksel samen worden belletjes. En het babytje gaat bellen blazen. Nou, u bevalt of in het ziekenhuis of u bevalt thuis. Maar de eerste reactie van een verpleegkundige of van de kraamzorg is die belletjes wegblazen. Want ja, kinderen kunnen ook bij de geboorte vruchtwater inslikken. Ja, er kunnen heel veel redenen zijn of andere redenen zijn waarom kinderen of babytjes bellen gaan blazen. Wordt weggezogen. En als er geen afwijkingen gezien zouden worden,
of zouden zijn, dan zou het ook niet meer terugkomen. Maar met alleen de belletjes wegzuigen verdwijnt het probleem niet voor patiënten met slokdarmatresie. Dus de klachten komen terug. Een kindje gaat hoesten en door het hoesten kan het ook zelfs benauwd worden dat het kindje blauw verkleurt. Nou, op dat moment heeft de verpleegkundige vaak al in de gaten dat er iets niet goed is en wordt ook al vaak snel gedacht dat er een probleem is met de slokdarm. Iets wat al heel lang gedaan wordt en nog steeds in landen om ons heen ook gedaan wordt om het vast te stellen, is dat er een slangetje opgevoerd wordt via de neus of de mond om te kijken hoe ver het slangetje opgevoerd kan worden. En daar heb je dan een maat voor om te kijken, komt het slangetje nou in de maag terecht? Maar als je al heel vroegtijdig moet stoppen met het opvoeren, dan eindigt het dus ergens in de slokdarm en dan heb je het idee dat het niet helemaal goed doorloopt. Nou, dan wordt er verder gekeken met nieuwe beeldvormende technieken en wordt de aandoening vastgesteld. Wat moet je dan? Nou, eigenlijk maar één optie en dat is een operatie. Ik ben zelf wielerliefhebber, dus ik gebruik dit voorbeeld. Ook omdat het deze week in het nieuws is geweest. Dit is Chris Froome. Hij heeft 4 keer de Tour gewonnen. De vraag is altijd een beetje of hij al zijn overwinningen nou zelf behaald heeft. Of dat toch longartsen hem stiekem hebben geholpen met een puffje. Maar daar ga ik vanavond niet op in. Het feit is dat hij afgelopen weekend met heel veel kilometers per uur hard tegen een muur aan is gefietst. Meerdere botbreuken had en opgenomen werd in het ziekenhuis. Hij werd geopereerd en kort daarna verscheen dit bericht. Dat hij, de operatie was goed geweest, maar dat hij zich wil gaan laten revalideren. En dat hij het plan heeft om, dit jaar is denk ik wat vroeg, maar in ieder geval volgend jaar weer te gaan wielrennen op topniveau. Dus de operatie zou succesvol zijn. Kijken we dan naar patiënten met slokdarmatresie, dan is dat succespercentage dat alle klachten dus helemaal over zijn, helaas niet zo. Ik kijk dan met name naar de longklachten, want longklachten blijven helaas vaak bestaan. Dit zijn percentages die recent verschenen zijn uit een artikel, waarbij mensen toch zo rond de 75% klachten blijven houden van hoesten, luchtweginfecties. Ja, bronchitis is een beetje de medische naam daarvoor, maar dat komt toch wel regelmatig voor. Wat we ook toch vaak zien is bronchiale hyperreactiviteit. Nou, wat is dat? Dat is een hyperactieve reactie van je longen op prikkelbare stoffen. Het kan van alles zijn. Stof. Een stof kan zich dan vinden in een stoffige ruimte. Gordijnen of gewoon iemand die nooit stofzuigt, bij wijze van spreken, dat je daardoor benauwd wordt. Maar ook een sterke parfumgeur, schoonmaakmiddelen. Eigenlijk alles wat maar qua geur je longen kan irriteren. Een piep in ademhaling en ook benauwdheid is iets wat we toch wel regelmatig zien. Als je nou een gemiddelde arts in Nederland vraagt, al deze klachten bij elkaar, aan welk ziektebeeld denkt u dan? Dan denk ik dat 90% gaat zeggen astma. En dat is precies waar het probleem zit. Heel veel patiënten denken dat ze astma hebben. Maar ik vraag me af of het echt astma is of dat het astmatische klachten zijn die ontstaan door de slokdarmatresie. Dat is op dit moment gewoon nog heel erg lastig te onderscheiden. Ik leg het straks nog verder ook wat uit met onderzoeken die we in ieder geval hier verrichten om dat beter te begrijpen. Maar dat is echt iets wat hopelijk de toekomst is bij deze patiëntengroep. Dus bij de patiënten met slokdarmatresie. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Heeft de patiënt nog astma? Of zijn het astmatische klachten door de slokdarmatresie? Hoe ernstig zijn dan die klachten? Ik vind het best wel ernstig als we kijken naar deze klachten. We weten dat namelijk 50% van de patiënten in ieder geval 1 keer in het ziekenhuis opgenomen ligt. En dan niet eens vanwege de slokdarmproblemen, maar vanwege longproblemen. 58% vaker dan 1 keer. En 11% zelfs meer dan 5 keer gedurende hun leven dat ze opgenomen worden met longklachten. Om in ieder geval wat geruststellingen te geven aan u. Deze opnames vinden met name plaats in de eerste 10 jaar van het leven. Dat ziet u in deze grafiek. De groene balken, dat zijn de eerste 10 levensjaren. En de blauwe balken is als iemand ouder is dan 18 jaar. De eerste 2 balken, dat zijn de maag-darmproblemen. En dit zijn de longproblemen. En eigenlijk voor beide problemen geldt, als je 18 jaar bent, zijn de opnames veel en veel minder.
Dit waren kort even wat klachten. Maar wat zijn nou eigenlijk de oorzaken van deze klachten? Om dat goed te kunnen snappen, wil ik u eigenlijk eerst wat uitleggen over hoe de longen zich ontwikkelen gedurende de zwangerschap. Die fases die hierboven staan, dat mag u voor mij vergeten. Wat misschien nog wel, als het goed te zien is, dat is redelijk te zien, goed is om naar te kijken, is de lijn hieronder. Daaronder staat hoe lang een vrouw zwanger is. Nou, wat ik net al zei met het eerste plaatje, de beginstructuren van de luchtpijp ontwikkelen zich zo rond de zesde week. Dus dat is deze fase. En die luchtpijp die vertakt zich in een rechterluchtpijp en in een linkerluchtpijp. Nou, zodra die aangelegd zijn, gaat die luchtpijp zich verder vertakken in steeds kleinere takjes. Dus op een gegeven moment heb je hele kleine luchtwegen met het blote oog eigenlijk nauwelijks te zien. En als die helemaal volgroeid zijn, dan gaan zich longblaasjes ontwikkelen. En ook die worden steeds en steeds kleiner. En als een baby nog 36 weken in de buik gezeten heeft, dan zeggen we ook, dat zegt de kinderarts, dan is het geen probleem meer om geboren te worden, want dan zijn de longen volgroeid. Je kunt je dus voorstellen, dit zijn vele stappen die genomen moeten worden om normale longen te krijgen. En in deze fase gaat bij patiënten met slokdarmatresie iets mis met de ontwikkeling van de slokdarm. Dat er dus ook iets misgaat met de ontwikkelingen of de stappen die daarna gezet worden. Wat bijvoorbeeld op kan treden, is dat de vertakkingen aangetast zijn of misschien niet eens goed ontwikkelen. Als bijvoorbeeld zo'n tak niet ontwikkelt, dan komen er dus ook geen longblaasjes. Longblaasjes zelf kunnen zich ook niet goed ontwikkelen. En die beide afwijkingen samen noemen we onderontwikkelde longen. Dat noemen we longhypoplasie. En daar heb ik hier ook een voorbeeld van. Dit is een van mijn patiënten. Ik zie het zelf niet goed. Ik denk dat u het wat beter ziet. Dit is een CT-scan. Dit is de rechterlong. Dit is de linkerlong. En dit is het hart. En u ziet hier een grote zwarte vlek. Hier zit een zwart vlekje en ook hier. En zwarte vlekjes op een CT-scan, dat is niet goed. Dat betekent dat daar onderontwikkelde longen zijn, dat die longblaasjes op die plekken niet goed ontwikkeld zijn. Als longarts wil je namelijk normaal longweefsel zien en dat ziet eruit als deze kleur. Dus dit zijn onderontwikkelde longen. En vooralsnog bestaat er niet iets voor om die longblaasjes wel te laten ontwikkelen. Dus dit is iets wat iemand levenslang zal blijven houden. Ontwikkeling kan natuurlijk ook gewoon goed gaan. Je kan een slokdarmafwijking hebben. Maar de verdere ontwikkeling van de luchtpijp en de longblaasjes kan natuurlijk wel goed gaan. Maar dan nog kan er iets mis zijn met de structuren van, of binnen, zeg maar de structuren binnenin de luchtwegen en de longen. Met name het kraakbeen. Kraakbeen van de luchtpijp, maar ook echt de luchtwegen zelf, die kunnen slap zijn. En dan krijg je dus wijde, slappe wanden. En dan spreken we van tracheamalasie. Dat leg ik hier wat verder uit. Dit is de normale situatie. En dit is hoe de luchtpijp eruit ziet bij mensen met tracheamalasie. Dit is de wand van de luchtpijp. En het witte hierin, dat is echt de opening. Dus daar doorheen gaat de luchtstroom. En die wordt groter als mensen uitademen. Nou, wat is er aan de hand bij mensen die tracheamalasie hebben? Daar is de luchtpijp sowieso al wat ovaler, dus wat vervormder. Maar ook kleiner, in ieder geval minder lucht. En dat komt dus omdat die wand slapper is. Dan ga je uitademen en dan wordt hij niet groter, maar dan wordt hij juist kleiner. En wat krijg je daarvan? Nou, benauwdheidsklachten, een piepende ademhaling. En ook omdat dus die ruimte kleiner wordt, problemen met het ophoesten van slijm. Sputum is de medische naam voor slijm. Daardoor ga je hoesten. En als je dat slijm niet goed op kan hoesten, kan dat infecties veroorzaken. Bronchitis en zelfs een longontsteking. Over het algemeen weten we dat de luchtpijp gedurende het leven sterker wordt. Het kraakbeen wordt sterker. Dus de meeste mensen zullen over de tracheamalasie, dus de slappe luchtwegen, heen groeien. Ongeveer 10% blijft dit houden. En dan is het de vraag van, wat moet je daar nou mee? Sowieso gaan we nooit een aandoening behandelen als iemand daar geen klachten van heeft. Maar stel, u heeft tracheamalasie, heel veel luchtwegklachten, vaak opgenomen in het ziekenhuis of vaak antibiotica-kuren nodig. Ja, dan moet je de voordelen en de nadelen afwegen van een operatie.
Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is een aortapexie. Aorta, dat is de medische naam voor de levensslagader. Dus het belangrijkste bloedvat in het lichaam. En dat is dit bloedvat. En die loopt in een boog. Hierachter ligt de luchtpijp. En daar weer achter ligt de slokdarm. Mensen met tracheamalazie, die hebben dus een slappe band. Dus die luchtpijp is al wat samengevallen, een beetje ingedrukt. De aortaboog die drukt tegen die luchtpijp aan. Die luchtpijp is slap, dus die wordt nog meer ingedrukt. Nou, als iemand daar gewoon heel veel klachten van heeft, dan wordt er nog wel eens overwogen om zo'n operatie te ondergaan. Dus niet iets wat heel vaak gebeurt bij uitzondering. Maar wat er dan gedaan wordt, is dat die aortaboog vastgemaakt wordt aan het borstbeen. En dat zorgt er dus voor dat de druk die de aortaboog uitoefent op de luchtpijp minder wordt. En doordat je dus de aortaboog verplaatst, trek je eigenlijk een beetje alle structuren mee. En dus ook de luchtpijp een klein beetje meer open. Wat we ook toch nog wel vaak zien, is dat de stembanden niet goed bewegen. Ongeveer 25% van de patiënten hebben een verminderde bewegelijkheid van de stembanden. En wat heeft dat dan weer voor consequenties? Dit plaatje laat dat goed zien. Dit is de normale situatie. De stembanden staan open. Dit zijn de stembanden als iemand ademhaalt. Hierachter ziet u een paar ringen lopen, dat is namelijk de luchtpijp. Dus bij ademhalen staan de stembanden open. Gaat iemand geluid maken, en dat kan van alles zijn, praten, maar ook hoesten, dan gaan de stembanden dicht. Maar wat nou als een stemband half niet goed werkt, of zelfs aan beide kanten niet goed werkt? Dan gaat het openen en dichten van de stembanden niet meer op de juiste manier. En dan kan je je voorstellen dat als je iets drinkt of eet, dat het dus, omdat de stembanden openstaan, in de luchtpijp zakt. Dus ook dit kan luchtwegklachten geven. En dit is iets waar je niet overheen groeit. Dus dit is niet zo dat naarmate je ouder wordt, je stembanden sterker worden. Dit is iets wat blijvends is. Kort dus even iets over de klachten en de oorzaken. Maar hoe kan een longarts dit nou aantonen? Daarvan is in Nederland geen protocol, maar ook wereldwijd is daar niet iets voor ontwikkeld. Wij willen dat dat anders gaat, dus wij hebben hier een protocol ontwikkeld, wat in ieder geval bestaat uit bloedonderzoek, het nakijken van het slijm, dus een sputumkweek als mensen slijm hebben, een longfunctie, maar ook een scan van de longen. Nou, dit zijn we allemaal momenteel aan het verzamelen en we willen dit ook Europees en ook straks wereldwijd gaan adviseren om te gaan doen bij volwassen mensen met slokdarmatresie. Mocht u deze onderzoek al een keer hebben gehad op kinderleeftijd, dan nog gaan we deze onderzoeken herhalen, omdat we weten een lichaam is pas volgroeid eigenlijk op 23-jarige leeftijd. En kan er nog van alles veranderen. Dus vandaar dat ook deze onderzoeken, zo ook als een CT-scan, opnieuw gedaan gaan worden. Ik zal zo stap voor stap even kort toelichten, te beginnen met het bloedonderzoek. Want wat ik net al zei, het onderscheid tussen astma of astmatische klachten bij slokdarmatresie is heel erg lastig. Dus we proberen eigenlijk alles aan te grijpen om daar meer informatie over te krijgen. We weten dat er een vorm bestaat van allergisch astma. Dus we doen momenteel een allergieonderzoek in het bloed. En waar we dan naar kijken, zijn de standaardallergieën, dus honden, katten, huisstofmijt, dat zijn deze beestjes, die zitten dus echt in vloerbelekking en tapijt en gordijnen, zoals ik net al zei. En we kijken naar hooikoorts. Stel, je doet het bloedonderzoek en de uitslagen zijn positief. Dus een verhoogde aantoonbaarheid dat u gevoelig bent voor bijvoorbeeld honden en katten. En u heeft astmatische klachten. Dan zou ik eerder geneigd zijn om te zeggen, dit is echt astma. In plaats van astmatische klachten in het kader van de slokdarmatresie. Hetzelfde doen we bij een bepaald type witte bloedcel, de eosinofielen. Ook daarvan is bekend dat als ze verhoogd zijn, dat het een vorm kan zijn van astma. Dus ook als die verhoogd zijn, zou ik eerder zeggen, dit is astma in plaats van klachten bij de slokdarmatresie. De volgende stap, dat is de sputumkweek, dus het onderzoeken van het slijm. Maar dat doe ik alleen maar als daar ook slijm is. Ik ga niet aan iemand vragen, kunt u voor mij eens wat slijm ophoesten in dit potje? Want dan krijg je een hoestprikkel waar mensen niet meer uitkomen en er is er nog steeds geen slijm. Dus dat is absoluut niet de bedoeling.
Maar mocht er wel slijm zijn, dan vind ik het altijd fijn om te weten wat erin zit. Zitten daar bacteriën in? Zitten er schimmels in? Dit is niet iets wat meteen bekend wordt. Ik heb wel eens meegemaakt dat er dan 's ochtends bij mij een patiënt op een spreekuur komt. Die levert zo'n potje in. En dan word ik einde van de dag gebeld over de uitslag. Ja, zo snel gaat dat helaas niet. Wat we namelijk doen is, het potje wordt naar ons laboratorium gebracht. Het gedeelte van het slijm wordt uitgestreken over een glazen plaatje. En dat schuiven we in een soort van oven. En dan gaat het slijm broeien en groeien als er dus bacteriën of schimmels zitten. Dus pas na een paar dagen kunnen we zeggen of die sputumkwekers of het slijm geïnfecteerd is. De longfunctie. Deze vindt plaats op de polykliniek, longziekte. En u gaat dan in een glazen hok zitten. Dat noemen we ook wel de bodybox. U ziet het hier. De patiënt zit op een stoel. Heeft een knijper op de neus en een mondstuk in haar mond. En hier staat dan de verpleegkundige. En die gaat met u ademhalingsoefeningen doen. Ik noem het ademhalingsoefeningen. Sommige van u heeft het waarschijnlijk of wellicht al eens gehad. Het is best intensief en best pittig. Want je moet echt diep in- en uitademen. Meerdere malen. Maar dat geeft ons informatie over de totale longinhoud, de uitblaaskracht en geeft ook aanwijzingen of er misschien sprake zou kunnen zijn van astma. Wat niet standaard gedaan wordt, maar wel als ik vind dat de uitkomsten mij niet voldoende voldoening geven, alsof ik toch denk, is het nou astma of is het slokdarmatrosie? Dan wordt er aanvullend nog een andere longfunctietest gedaan, de histamineprovocatietest. En wat daarmee gedaan wordt, is dat patiënten het stofje histamine moeten inademen. Ik had het net over irriterende stoffen. Histamine is een irriterend stofje wat je in kan ademen en dat kan een soort hyperreactieve reactie van de longen uitlokken. Patiënten die gaan blazen, ademen het stofje in en moeten daarna weer gaan blazen. Het gebeurt op een aantal momenten. Waarbij we de eerste keer blazen op 100% inschalen. En die keren daarna wordt er een nieuw vierkantje gezet. En als je 20% minder blaast dan de eerste keer, voordat je de hoogste dosering van de histamine hebt bereikt, dan is de test afwijkend. En zou dat dus kunnen passen bij astma. Dit zijn getallen waarvan ik vind dat ze niet heel erg betrouwbaar zijn. Wat ik al zei, bij volwassenen is er gewoon niet heel veel bekend over longklachten bij slokdarmatrosie. Er is geen richtlijn voor. Iedereen doet eigenlijk maar wat. En niemand houdt zich aan dezelfde onderzoeken. Dus of iedereen nou een uitgebreide longfunctietest heeft gehad, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat er gemiddeld wordt gevonden, om je toch een beetje een idee te geven, is dat ongeveer 53% van de patiënten een verlaagde longinhoud heeft. En ongeveer 50% een verlaagde uitblaaskracht. Dit zijn geen getallen van onze eigen patiënten, dus ik durf niet te zeggen hoeveel van de patiënten met een verlaagde longinhoud ook een verlaagde uitblaaskracht hebben. Dus daar kan ik niks over zeggen. En ik kan al helemaal niks zeggen over hoe vaak het voorkomt dat dus die histamineprovocatietest afwijkend is. Want daar is absoluut niks over bekend. Ik hoop wel dat, in ieder geval wij doen het hier nu structureel, in ieder geval over een aantal jaar wat duidelijker en betrouwbare getallen kunnen geven, maar dat is de toekomst. En wat moet je daar nou mee? Nou, in eerste instantie, een longarts behandelt nooit getallen. Dus de longtest kan afwijkend zijn, maar als een patiënt geen klachten daarbij heeft, dan gaat geen enkele longarts daar een puffer bij voorschrijven, want je moet wel klachten hebben om iets te gaan behandelen. Dus nooit alleen uitkomsten behandelen. Een verlaagde longinhoud, dat noemen we ook een restrictie. Daar is geen behandeling voor. Maar je moet wel zeker weten dat er geen andere verklaring is dat die longinhoud verminderd is. Vocht tussen de longvliezen kan daar bijvoorbeeld een verklaring voor zijn. Zo zijn er nog meerdere verklaringen, maar daar kijken we altijd goed naar. Is dat uitgesloten, dan kan je daar eigenlijk niks aan doen. Wat we wel behandelen, is als er een verlaagde uitblaaskracht is en als de histamineprovocatietest afwijkend is, mits je daar dus al klachten bij hebt. En wat we dan geven, dat zijn de astmapuffers. Wellicht herkent u hier iets van of heeft iemand van u deze puffers. Er zijn gewoon heel erg veel puffers.
Dus ik geef dit altijd als voorbeeld. Ik ben zelf geen bierliefhebber, maar ik vind het altijd wel een heel mooi voorbeeld. Je komt in een slijterij en je ziet allerlei soorten bier staan. Nou, als je bierliefhebber bent, dan kan je misschien heel veel lekker vinden, maar je zou je favoriete bier hebben. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk bij longartsen die puffers voorschrijven. Er zijn zoveel puffers, er komen ook telkens maar meer puffers bij. Bij elke longarts zou toch de voorkeur hebben voor net die ene puffer. En het wil niet zo zijn als je straks met onderling met elkaar spreekt. Ik heb deze astma-puffer en iemand zegt van, oh, maar ik heb een hele andere, dat dat niet goed is. Want in principe hebben ze allemaal dezelfde werking, maar de ene arts heeft net iets meer gevoel bij de ene puffer dan bij de andere puffer. Dus alleen maar om uit te leggen dat er dus heel veel smaken zijn in het gebied van astma-medicatie. En wat doen we dan nog meer? Een CT-scan van de longen. Dit is een CT-scan die in ons ziekenhuis staat. En ik laat dit plaatje eigenlijk altijd zien, omdat mensen een CT-scan nog wel eens verwarren met een MRI-scan. Een MRI-scan duurt lang, kan echt tot 2 uur duren. En daarbij gaat hij door een tunnel. Dus mensen die claustrofobisch zijn, die hebben nog wel eens angst voor een MRI-scan. CT-scan is heel anders. Duurt maar een paar minuten. En het is echt een buis, zo groot ongeveer, wat over u heen geschoven wordt. En wat dus ja, veel minder angstig is dan lang stil moeten liggen in een MRI-scan. Waarom laten we een CT-scan maken? Nou, wat ik net al zei, longhypoplasie is de CT-scan die ik u net liet zien. Om dus te kijken of de longen ook geleden hebben onder de verkeerde ontwikkeling van de slokdarm, eventueel de luchtpijp en de vertakkingen in de luchtpijp. Maar waarom we het ook maken is om te kijken of er slijmvorming zit en of er bronchopathie is, dus luchtwegziekte. Dat ziet u op deze CT-scan. Dit is de rechterlong, dit is de linkerlong. Hier bevindt zich het hart, dit is de voorkant van uw lichaam en dit zou de achterkant van uw lichaam zijn. En u ziet hier allemaal rondjes. Het zijn luchtwegen, er zijn dus vertakkingen van die grote luchtpijp af. Daaromheen, als we bijvoorbeeld dit rondje nemen, ziet u een dikke witte rand. Het randje hieromheen is veel dunner. Dat hoort niet. Een dik wit randje hoort er niet te zitten. En ik vind zelfs dit randje nog te dik. Dus dat betekent dat die luchtwand, of de wand van de luchtwegen, geïrriteerd is, ontstoken. Misschien is het littekenweefsel. Maar het is in ieder geval niet zoals het zou moeten zijn. Wat we ook op zo'n CT-scan zien, is als we bijvoorbeeld dit rondje pakken, daar ziet u nog maar een heel klein zwart puntje. Hier is het namelijk veel groter. En zwart is lucht. Dus hier zit nog maar een hele kleine opening. Dus hier zou ook zeker slijm bij zitten. Hier zitten rondjes gewoon helemaal dicht. Dus die luchtweg is niet meer open. Die zijn gewoon opgevuld met slijm. En dit is iets wat we met name onderin de long vinden bij patiënten met slokdarmatresie. En dat is aan de ene kant ook logisch, want slijm is zwaarder dan lucht. Dus dat zakt naar beneden. Dus dit soort dingen zien we met name onderin de long. Dan als laatste waar we absoluut ook naar kijken op een CT-scan, dat zijn bronchiectasieën. En wat zijn dat? Dat zijn verwijde en ontstoken luchtwegen. Hier ziet u een afbeelding van een normale long. En dit is een long waar bronchiectasieën in zitten. Verwijde en ontstoken luchtwegen, met name onderin de longen. Ik herken een paar gezichten, dus er kunnen patiënten van mij zijn die dit verhaal herkennen. Maar ik leg het altijd uit, vergelijk het met een wondje op de huid. Het wondje kan normaal herstellen of het wondje wordt een litteken. Maar we weten, littekens op de huid die verdwijnen niet meer. Hetzelfde geldt zo in de longen. Je krijgt een ontsteking in je longen. Het kan normaal longweefsel worden of het worden littekens. Nou, die littekens, dat zijn dus deze bronchiectasieën. Die verdwijnen dus niet meer. Nou, wat ik al zei, ontstaat dus door infecties en ze verdwijnen niet meer. Dus we moeten voorkomen dat er nog meer gaan ontstaan. Want als je meer littekens krijgt, dan gaat je longinhoud achteruit. Je uitblaaskracht gaat achteruit. En doordat daar littekens zitten, ben je vatbaarder voor infecties. Ik noem het altijd de rotte plekken in de longen, omdat daar de ventilatie minder goed is. Dus er gaat slechter schone lucht naar binnen en slechter vieze lucht naar buiten. Dus bacteriën die blijven daar graag zitten om ellende te veroorzaken. Nou, hoe voorkom je nou dat soort infecties?
Wij sturen in ieder geval de patiënten altijd één keer door naar onze fysiotherapeut om te oefenen hoe het ophoesten nou echt moet. Ik heb het zelf een keer moeten doen. Ik dacht, ophoesten is heel erg makkelijk. Daar gaat zo nog wat meer over verteld worden. Maar ophoesten is niet zo makkelijk. Daar heb je echt speciale technieken voor nodig om het slijm wat onderin je longen zit goed op te kunnen hoesten. Als iemand daar ook slijm bij heeft, dan starten we ook zoutvernevelingen. Sterk zout, om te zorgen dat het zout, of dat het slijm wat dunner wordt en dat je het dus makkelijker op kan hoesten. Mocht dat nou niet voldoende zijn, dat je nog steeds luchtwegklachten blijft houden of antibiotica-kuren nodig hebt, dan geven we zelf als levenslang onderhoudsantibiotica. En dat zorgt ervoor dat je minder vatbaar bent, omdat die antibiotica ervoor zorgt dat je afweersysteem 10% harder gaat werken. Dus je bent gewoon wat sterker om de ellende van buitenaf af te weren in je longen. En wat heel erg belangrijk is, op tijd aan de bel trekken. Mensen die dus die bronchiecten zie je hebben, die zijn gewoon vatbaarder en die kunnen sneller infecties gaan krijgen. Dus een longarts zou laagdrempeliger een antibiotica-kuur voorschrijven. Ik zou hier niet te veel over zeggen, maar de fysiotherapeut heeft zeker een belangrijke rol. Bij patiënten met slokdarmatrozie, als er luchtwegklachten zijn, om dus die ophoestechnieken goed aan te leren. Maar ook om te beoordelen of het ophoesten wel goed gaat. Ik had het net eventjes over een slappe wand van de luchtpijp, dus tracheamalacie. Waarbij het dus niet goed gaat met uitademen, de luchtpijp klapt samen. En dat kan ook een fysiotherapeut beoordelen. En die kan dan kijken, zijn er misschien apparaatjes nodig om dat wat makkelijker te laten verlopen. Nou, hoe dat precies werkt, dat hoort u zo meteen. Maar dat is ook iets waarom een fysiotherapeut belangrijk is om toch in ieder geval één keer te bezoeken. Dit kan wellicht net al genoemd zijn. Kort even een uitstapje naar de gastro-oesophageale refluxziekte. Dat is dus het letterlijke terugstromen van de inhoud van de maag naar de slokdarm. En als het dan terugstroomt, zit het weer in je bovenste gebied bij de slokdarm en kan het dus opnieuw of in de slokdarm zakken of opnieuw of in de luchtpijp. Dat noemen we verslikken, aspiratie. En dat treedt met name op als mensen plat liggen of na een maaltijd. En dat kan dus ontstekingen veroorzaken. En wat ik net al zei, ontstekingen kunnen dus weer die littekens, die bronchiectasieën veroorzaken. Dit nog even om te illustreren wat er zelf nog kan ontstaan na het verslikken. Een aspiratiepneumonie, een verslikkingslongontsteking is dat. Dit is de luchtpijp. Je verslik je en het eten zakt naar beneden. Even een test om te kijken of u goed opgelet heeft. Want waar zou u dan de longontsteking verwachten? Durft iemand daar iets over te zeggen? Ja. Nee, wel onderin inderdaad, want voedsel is zwaar of drinken is zwaar, dus het zak naar beneden. Maar de aftakking naar de rechterlong, die verloopt net ietsjes steiler naar beneden dan de aftakking naar de linkerlong. Dat ziet u ook op dit plaatje. En voedsel zoekt gewoon de makkelijkste weg. Dus dat gaat naar beneden, pakt de snelste aftakking en gaat hier onderin de rechterlong broeien en eventueel een longontsteking veroorzaken. Dus patiënten die klachten hebben van oprispingen, refluxklachten, die zullen het vaakst afwijkingen hebben rechts onder in de long. En dat is ook waar we dan op de CT-scan de meeste afwijkingen zien zitten. Wat nou als u hier komt bij de longarts? Wat bieden we u dan aan? Wij hebben in ieder geval een heel programma ontwikkeld dat u binnen 2 dagen alle onderzoeken krijgt die ik kort even met u benoem. Voorafgaand aan het eerste bezoek krijgt u een longfunctietest. Dus u gaat in dat glazen hok zitten. Dan komt u bij de longarts en dan laat u bloed prikken om te kijken of er dus aanwijzingen zijn voor eventueel astma. En mocht u ook slijm hebben, dan gaan we het slijm op kweek zetten. Dan komt u voor het tweede bezoek. En afhankelijk van wat er de eerste keer gevonden is bij de longfunctietesten en wat er gezegd is tegen de longarts, gaat er nog een extra longfunctietest plaatsvinden. En u krijgt een CT-scan van de longen. En dan komt u daarna meteen bij de longarts om de uitslagen te bespreken, te beslissen of iemand überhaupt nog terug moet komen, of dat in dit ziekenhuis moet, of dat bij een huisarts kan, of dat bij een longarts in een ander ziekenhuis kan. Dat is iets wat dan besproken gaat worden. En dan gaat ook besproken worden, moet er een behandeling gestart worden.
Het is wel even goed om te zeggen dat dit is het traject bij de longarts, maar de maagdarm en leverartsen, die blijven zeg maar de baas over de patiënt, dus de kapitein op het schip. Dus zij zijn echt de hoofdbehandelaar, hoe wij dat noemen. En de longarts die is in medebehandeling. Mocht op een gegeven moment echt de longproblematiek op de voorgrond komen te staan, dan is natuurlijk altijd overleg mogelijk. Maar in principe, de maagdarm en leverarts is echt degene die alles in de gaten houdt. Samenvattend vind ik altijd wel fijn om even terug te komen wat er allemaal nu gezegd is. Ongeveer 75% houdt dus luchtwegklachten en longklachten. Dit heeft dus meerdere oorzaken, zoals ik genoemd heb. En wat ja, lastig is en hopelijk in de toekomst duidelijker gaat worden, is dat het onderscheid tussen astma of astmatische klachten bij slokdarmatrofie heel erg lastig te onderscheiden is. Bronchiectasie, dat is iets waar we altijd alert op zijn als longarts. Dat willen we liever niet zien en die moeten we goed in de gaten houden. En een goede behandeling kan zeker longklachten en luchtwegklachten verminderen. En op tijd aan de bel trekken. Afsluitende dia. Daaronder staat een e-mailadres. Ik noteer dat altijd maar, want ik heb ook wel eens dat ik ergens kom. Naar een presentatie luisteren, dan ga ik naar huis. Of ik ga slapen, of een week later heb ik nog vragen. En dan kan ik ze niet meer stellen. Dus mocht u inderdaad naar huis gaan en later nog vragen hebben, mailt u ze, dan zult u ze beantwoord krijgen. En voor degenen die nu vragen hebben, ben ik zeker bereid om ze nu te beantwoorden. Dank u wel. Ik weet niet of er vragen zijn die ik eventueel zou kunnen beantwoorden. Ik ben ook bij de longarts geweest. Ik heb een verbreding. Dit is start. Pleura verbreding heb. En dan de longarts heeft gezegd dat het later problemen kan opleveren. Ja, dat zou inderdaad verliptekening kunnen zijn. Ja, dus een vorm inderdaad van die bronchiectasie, wat inderdaad klachten kan geven. Het kan ook zijn dat echt het longvlies verdikt is, dat meneer dat bedoelt. Doordat er misschien ontstekingen hebben gezeten tussen de longvliezen. Dat onderscheid durf ik niet te maken. Maar we weten inderdaad als die verbredingen er zitten, dat het inderdaad klachten kan geven als mensen ouder worden. Ja, dan misschien bedoelt hij dan inderdaad toch echt de bronchiectasie, dus verbredingen van de luchtwegen. Bedoelt hij dat? Ja, dat zijn echt die bronchiectasieën die we ook goed in de gaten moeten houden. Ja. Ik had nog een vraagje. Ik was nieuwsgierig bij zo'n aortopexie. Of er lange termijn effecten bekend zijn op de functie van de aorta? Niet zover ik weet. Ik weet niet of de chirurg hier zit of in een andere zaal. Zit in een andere zaal. Zover ik weet, bijna niet. Ik had net in de vorige zaal ook een vraag of het dan een verhoogd risico geeft op dissecties. Dus dat de aorta echt vergroeit of verkalkingen in de aorta. Dat weet ik, dat is er niet. Maar wat echt de lange termijn schade is, dat durf ik niet te zeggen. Dat zou echt een chirurg moeten zeggen. Ik weet niet of het misschien straks nog mogelijk is om die vraag beantwoord te krijgen. Okay. Ik weet niet of dat lukt met de microfoon. Anders herhaal ik de vraag voor u hoor. Vroeger moest je vooral de temperatuur goed in de gaten houden voor ontstekingen en dergelijke. En nou is ze ouder en nou hoest ze wel eens een week lang. En dan denk je, ja, moet je nou wel of niet naar de dokter? En de ene keer dan is het te laat en de andere keer niet. Maar ook een dokter is het heel moeilijk te beoordelen of het nou wel of niet kwaad kan. Ja. Is dan altijd het advies toch antibiotica of moeten we blijven temperaturen of hoe... Ja, het vervelende bij die bronchiectasie is dat niet iedereen daar koorts bij krijgt.
Omdat het dus een litteken is, zit er een wat verdikte wand om die luchtweg heen. Dus de infectie gaat moeilijker in het bloed. En daardoor krijgen mensen moeilijke koorts. Dus als iemand luchtwegklachten heeft zonder koorts, ja, dan durf ik niet te zeggen, u krijgt geen antibiotica. Ik weet niet of er sprake is van die littekentjes van die bronchiecten zie je, maar bij meer hoesten en meer slijm zullen al mijn collega's in ieder geval in dit ziekenhuis daar antibiotica bij voorschrijven. Ja, maar dat is echt iets wat gewoon niet goed bekend is, ook in Nederland niet bij de longarts. En dat proberen we ook door dit soort avonden en ook gewoon bij onze collega's met presentaties toch kenbaarder te maken. Dat er echt gewoon alertheid voor moet zijn, dat je dus laagdrempelig antibiotica moet geven. Ja. Oké. Dank u wel. Dan gaan we verder met een presentatie van de Monique van der Kammen. Zij is fysiotherapeut in het Sophia Kinderziekenhuis. En ook nauw betrokken bij de CHIL. Dat is de chirurgische langetermijn follow-up die wij hier in Rotterdam hebben. En dat houdt in dat tussen de leeftijd van 0 en 18 jaar kinderen op vaste gestandardiseerde leeftijden onder controle zullen blijven. Misschien zitten er wel mensen in de zaal die hebben deelgenomen aan dat follow-up programma. En zij is ook nauw betrokken bij de transitiezorg. Dat houdt in de zorg van het kinderziekenhuis naar de volwassenen. En zij wil jullie graag iets vertellen over sporten en bewegen bij sloktermaat gezien. Chantal, dankjewel. De afgelopen 20 jaar, dus de kinderen die vanaf 20 jaar geleden tot nu geboren worden met aangeboren anatomische afwijkingen, die zijn, zien wij inderdaad bij ons in het ziekenhuis op de CHIL-poli. En daar vallen ook de kinderen onder die geboren zijn met een slokdarmatresie. Dus tegenwoordig volgen we de kinderen nauwgezet. En we zien de kinderen op de leeftijd van 6, 12 en 30 maanden. En ook nog op de leeftijd van 5, 8, 12 en inderdaad op de leeftijd van 17 jaar. Om te zorgen dat we een goede overdracht naar de dokters voor de volwassenen kunnen geven. Ik ben eigenlijk vanaf het begin van de poli hierbij betrokken. En dus de kinderfysiotherapeut van deze lange termijn poli. En het is de taak van de kinderfysiotherapeut om op de verschillende leeftijden te kijken naar de motorische ontwikkeling van de kinderen. We kijken dan naar hoeveel vaardigheden ze al kunnen, hoe snel ze bepaalde dingen kunnen. Maar we kijken ook naar de kwaliteit van de bewegingen. Dus als iets moeilijk is, proberen we wel als een soort puzzeltje te kijken van, nou ja, waarom is het dan eigenlijk moeilijk? Verder doen wij inspanningstesten. En dat zijn echt maximaal inspanningstesten. Die doen we vanaf de leeftijd van 5 jaar. De kinderen van 5, 8 en 12 jaar die doen dat op de loopband met een test. En de kinderen van 17 jaar doen het op de fiets. Ik kreeg net al een vraag in de pauze waarom dat verschil was. Maar dat is vanwege de transitie naar de zorg naar de volwassenen. Want ja, eigenlijk zoals wij hier allemaal zitten, als er iets is met onze conditie en je laat dat onderzoeken, dan wordt er altijd een inspanningstest op de fiets gedaan. Dus het leek ons goed om die laatste controle ook op de fiets te doen, dat we in ieder geval dat goed konden overdragen voor eventuele verder onderzoek. Verder kijken wij op de poli standaard naar de stand van de wervelkolom, naar de houding van de kinderen. En we kijken naar de spierkracht van met name de rompspieren. En dat is omdat je spierkracht van je rompspieren heeft heel erg met je houding te maken uiteraard. Maar ook omdat de kinderen allemaal aan hun borstkas geopereerd zijn. En wij benieuwd waren van, nou ja, wat doet dat met de spierkracht? Die poli die is eigenlijk gestart 20 jaar geleden door de kinderarts en de psycholoog. Omdat we merkten dat veel patiënten ontslagen waren en werden uit het ziekenhuis, maar dat er toch nog wel heel veel problemen waren. Dus we wilden gewoon zorgen dat de zorg voor de kinderen goed geregeld was, maar ook de zorg voor de ouders, dat die het allemaal goed aankonden, nog tijd hadden voor de broertjes en zusjes.
Maar we wilden ook heel graag leren van wat zijn nu problemen op lange termijn van als je met een bijvoorbeeld met een slokdarmatresie geboren wordt. Dus we hebben ook wat gegevens op een rijtje gezet om dat beter te proberen te begrijpen. En ik ga u eerst iets vertellen over de motorische ontwikkeling van kinderen. En daarvoor hebben we 58 kinderen met een slokdarmatresie onderzocht op de leeftijd van 5 en 8 jaar. Dat hebben we gedaan met een motorische test, die heette MABC. En dat is een afkorting, dat staat voor Movement Assessment Battery of for Children. En die test die kijkt naar de handvaardigheden, dus naar de fijne motoriek. Kijkt ook naar de grove motoriek en wel naar de balvaardigheden en de balansvaardigheden. En de test zegt eigenlijk dat ze kijkt naar vaardigheden die kinderen op de verschillende leeftijden nodig hebben om goed mee te kunnen met leeftijdsgenootjes, op het speelplein, met de gymnastiek op school, maar ook met het sporten. Op deze dia ziet u de resultaten. Het zijn heel veel kolommetjes. De eerste, de linker, dat is eigenlijk de verdeling van de uitkomsten die we in de normgroep zien. En die normgroep, dat zijn dus kinderen die niet vlak na de geboorte ziek geweest zijn. En bij zo'n normgroep zien we dat 85% van de kinderen in het witte gebied scoren. En dat zijn de kinderen die een normale motorische ontwikkeling hebben. De score 10% van de kinderen in het grijze gebied, dat is het risicogebied. En 5% van de kinderen heeft echt een motorisch probleem. Als we toen keken naar de kinderen met de slokdarmatresie, dat zijn de volgende twee kolommetjes. Dan zien we op 5 jaar en op 8 jaar, zonder dat ik nu de exacte getalletjes allemaal ga opdreunen, maar we zien in ieder geval dat die verdeling anders is. En we zien met name dat die witte balkjes minder hoog zijn. En dat de grijze en de zwarte balkjes groter zijn als bij de normgroep. We zien gelukkig ook dat het met heel veel kinderen goed gaat. Ik bedoel, als ik kijk op 5-jarige leeftijd, dan is ongeveer 65% van de kinderen hebben een goede motorische ontwikkeling. Maar dat betekent ook dat de rest in meer of mindere mate problemen heeft. Ja, toen we dit zagen, waren we natuurlijk heel erg benieuwd van waar zitten die problemen dan. En ik vertelde net al dat de test naar verschillende facetten van de ontwikkeling kijkt. En als we dan naar de handvaardigheden, dat is manual dexterity, kijken, dus de fijne motoriek, dan zien we eigenlijk dat deze twee balkjes redelijk overeenkomen met die van de normgroep. Dus dat is niet waar het probleem zit. Maar kijken we daarentegen naar de balvaardigheden en de balansvaardigheden, dan is daar echt wel een grote afwijking van de normgroep. En vooral bij de balvaardigheden, zorg eigenlijk wel de helft ongeveer van de patiënten, zien we dat daar problemen zijn. Die zijn op de leeftijd van 5 jaar, maar die zijn er echt nog steeds op de leeftijd van 8 jaar. De balansvaardigheden zijn ook lastig, maar daar zien we wel op de leeftijd van 8 jaar dat er een lichte verbetering optreedt. Nou, dit gaan we eventjes onthouden, want daar ga ik hier zo meteen nog verder iets over vertellen. We hebben namelijk ook gekeken naar de conditie van de kinderen. En hiervan is ook een artikel verschenen. En daarin zijn 63 kinderen beschreven die geboren zijn met een slokdarmatresie. En die hebben we op de leeftijd van 8 jaar de inspanningstest op de loopband gedaan. Die inspanningstest, dat heet het Broesprotocol. En dat betekent, dat protocol is een programma waarbij de loopband volgens een vast protocol dus, elke 3 minuten sneller gaat, maar ook schuiner gaat. Dus de kinderen lopen tegen een hellingje op en elke 3 minuten wordt het hellingje wordt hoger en die loopband gaat ook sneller. De opdracht aan de kinderen is om het lopen echt zo lang mogelijk vol te houden. Ze worden daar ook enorm in gestimuleerd om echt tot het max te gaan. En tijdens die inspanning houden wij de hartslag en de zuurstof in de gaten. En als we dan kijken van hoe de kinderen met slokdarmatresie deze test gedaan hebben, dan hebben we betrouwbare resultaten van 87% van de kinderen.
En dat komt omdat het voor een aantal kinderen of te spannend was om de test vol te houden, die echt gewoon voor die maximale inspanning wilden stoppen. Er waren ook kinderen die het qua balans lastig vonden. Je gaat natuurlijk steeds sneller lopen op een lopende band die schuin gaat. Ze mochten de leuning niet vasthouden. We hebben net gezien bij de onderzoek van de motoriek dat balans soms een probleem is. Dus dat kan ook zijn waarom sommige kinderen de test niet goed konden uitvoeren. Maar van 55 kinderen hebben we betrouwbare resultaten. Een score, een SDS wat u hier ziet staan, betekent een standaarddeviatiescore. En zo'n standaarddeviatiescore is bij gezonde mensen 0. Dus we hoopten eigenlijk dat de kinderen rond die 0 zouden scoren, maar ze scoren min 1. En dat betekent 1 spreidingsmaat onder de norm. En dat is een gemiddelde. Dus er waren kinderen die het veel slechter deden, maar ook kinderen die het beter deden. En als je daar statistisch naar kijkt, dan kan zo'n verschil altijd toevallig zijn, maar het was een statistisch significant verschil. En dat betekent dat er dus wel echt gemiddeld genomen ook een probleem met de conditie is. Nou, hier waren we ook enorm benieuwd van ja, waar komt dat dan van? En we hebben gekeken naar verschillende gegevens van de kinderen. En het had niet te maken met wat voor soort operatie er was uitgevoerd. Dus of het met een kijkoperatie of een andere operatie was gebeurd. Niet hoe lang de kinderen aan de beademing hadden gelegen. De meeste longfunctieuitslagen gaven geen verband met de uitslag van de inspanningstest. Ook niet of er veel of weinig luchtweginfecties waren geweest. Of er sprake was van refluxklachten. En ook niet of de kinderen aan sport deden. Waar we wel een verband mee vonden, was dat de kinderen in onze onderzoeksgroep die geboren waren met zo'n slokdarmatresie type A, dus zo'n type zonder een verbinding met de luchtpijp, dat die het slechtst deden. Nou hebben deze kinderen vaak een vrij groot stuk tussen het bovenste stukje van de slokdarm en het onderste stukje van de slokdarm. Die kunnen niet altijd gelijk geopereerd worden en de kinderen zijn soms wat zieker, dus mogelijk dat dat ermee te maken had. Maar zoals u ziet waren er maar 5 kinderen in de studie. Dus dat is best lastig om daar een harde uitspraak over te doen. En er was ook een verband met de totale longcapaciteit. Toen we dit op een rijtje hadden gezet, wilden we natuurlijk ook nog heel graag kijken of we hier iets aan konden doen. Op dit moment loopt er een studie. Onze poli heet, zoals Chantal net zei, de chillpoli. En er loopt nu een studie, de look chillpoli. En die kijkt met name of we die problemen met de balvaardigheden, of we die kunnen verbeteren. En onze hypothese, dus ons idee daarbij was dat er misschien problemen zouden zijn in de visueel-motorische integratie. En dat wil zeggen het vermogen om met motoriek, een manier van motoriek, te reageren op iets wat je met je ogen ziet, zeg maar. Dus met de balvaardigheden, er komt een bal op je af. Je moet met je oogbewegingen naar die bal, je moet de baan van die bal volgen. En je moet en dat gaat allemaal natuurlijk razendsnel, hè, maar je moet dan ook nog met je lichaam zo aanpassen of misschien wel uitstappen dat je in de baan van die bal komt en je moet op tijd je handen om die bal sluiten om de bal te kunnen vangen. Het klinkt heel simpel van we vangen een bal, maar eigenlijk gebeurt er in je brein van alles. En het zou kunnen zijn dat die banen door het ziek zijn na de geboorte anders zijn aangelegd, wat schade hebben ondervonden, dat de kinderen dus trager reageren op die bal en daardoor hem eigenlijk niet kunnen vangen. Nou wordt er wel eens tegen mij gezegd van ja, boeiend of een kind een bal kan vangen. Nou, sowieso heb je daar best last van als je bepaalde sporten wil gaan doen. Maar het zegt natuurlijk meer als het kunnen reageren op een bewegend voorwerp. Want dat is waar we het over hebben. Dat is bijvoorbeeld ook als je in een drukke menigte loopt, dat je niet tegen allerlei mensen aanbotst. Of dat je in het verkeer bent, dat je goed kan reageren met wat er om je heen gebeurt. Dus mijn inziens is het zeker interessant om te kijken of er iets met die banen is. Want als dat zo is, dan zouden we daarna ook kunnen kijken of we dat kunnen trainen. Het onderzoek is een samenwerking met de van de afdeling kinderchirurgie, met de fysiotherapie, met de neurowetenschappen. Die kijkt ook een oogarts mee
en een psycholoog. Ik kan u hier nog verder niks van vertellen, maar nou ja, weet dat we wel aan het verder zoeken zijn van, goh, kunnen we nog verder vinden waarom er bepaalde problemen zijn. Waar ik u wel iets meer over kan vertellen, dat is een onderzoek wat we gedaan hebben naar de problemen met de cognitie. Gemiddeld scoorden de kinderen één zo'n spreidingsmaat onder de norm. En wij vroegen ons af, nou ja, is dat dan iets wat er eigenlijk bij hoort? Of kunnen we daar op enige manier invloed op uitoefenen en kunnen we die conditie verbeteren? De kinderen die bij ons op de poli kwamen, en het waren niet alleen kinderen met een slokdarmatresie, ook kinderen met andere aangeboren problemen of kinderen die met de longmachine waren behandeld. En die een verminderde conditie hadden, die hebben we gevraagd of ze mee wilden doen aan deze studie. En als zij mee wilden doen en als hun ouders dat oké vonden, hebben wij drie groepen geloot. Dus de kinderen wisten van tevoren niet in welke groep ze zouden komen. Eén groep, dat is eigenlijk onze routinebehandeling. Dus we doen een inspanningstest en we geven adviezen en dat is het dan. We hebben ook een website ontwikkeld waar de kinderen konden inloggen. Via die website konden we de kinderen allerlei opdrachtjes geven om ze actiever te krijgen en om te proberen dat ze de problemen waar ze tegenaan liepen, of we dat konden verhelpen. En dat waren, de kinderen gaven daarvoor zelf een doel en ze konden dat, we probeerden dat zo helder mogelijk te krijgen. Dus er zei bijvoorbeeld, nou, we willen 5 kilometer kunnen fietsen binnen een half uur. En er was ook een meisje die vond het enorm irritant dat ze niet met haar vriendinnetjes mee kon doen met de zwemles. Dus die wilde echt, was al jaren bezig, die wilde sterk genoeg worden om eindelijk de A-diploma te kunnen halen. Dus het waren allemaal hele verschillende op het kind toegespitste doelen. De derde groep, dat was de meest intensieve groep, die kreeg ook die leefstijlcoaching via het internet. Maar die kreeg ook nog 2 keer in de week, gingen ze trainen bij een fysiotherapeut bij hun in de buurt. En wij hebben zelf een programma geschreven, zodat die fysiotherapeuten dezelfde doel van hun training hadden. En dat op dezelfde manier deden, dat was met sprinttraining. Dit is een stukje van de website. Er was nog veel meer op te vinden, maar de kinderen kregen onder andere ook een stappenteller van ons mee. En dat was om het wat meer inzichtelijk te maken als je een soort advies kreeg van, nou, je moet echt gewoon meer gaan lopen. Dat is vrij vaag en ook vrij saai. Maar als ze gewoon zelf konden kijken van, als ik nou een dag heel veel heb gesport, van hoeveel stappen heb ik dan gemaakt? Of als ik een dag op de bank hang en ik doe bijna niks. Hoeveel stappen heb ik dan gemaakt? En wat betekent het als ik even boodschappen ga doen? Dus om hun meer inzichtelijk te maken wat ze zelf daaraan bij konden dragen. Ze hadden allemaal een eigen coach op dat internet. En die coach die kon een soort target zetten van, nou, ik wil dat dit kind zoveel stappen per dag maakt. Dat was natuurlijk afhankelijk van hoe goed het met de kinderen ging. En ze konden dan bepaalde Olympische sterren, het werd afgevinkt, ze konden grapjes of raadseltjes verdienen als ze genoeg stappen hadden gezet of als ze hun doelen van de week hadden gehaald. Van deze kinderen hebben we ook de resultaten op een rijtje gezet. Deze nullijn, dat is weer zo'n standaard deviatiescore, wat het gemiddelde is van gezonde mensen, zeg maar. Voor de studie was de gemiddelde score van deze patiënten min 2 van die standaard deviatiescores. We hebben alleen maar kinderen in de studie gehad die een verminderde conditie hadden. Dus daarom lag deze score ook lager als wat ik net heb gezegd. Dat de kinderen ongeveer 1 standaard score onder de norm. Want daar zaten natuurlijk ook alle goede kinderen bij. De eerste 3 maanden was de intensieve periode van het onderzoek. De resultaten die ik hier laat zien is van alle 3 de groepen, dus van de hele groep van de kinderen. En na 3 maanden was er een vooruitgang qua conditie. U ziet dat het ook nog steeds wel onder de norm is, maar dit was een statistisch significante conditie. Dus dat betekent dat er daadwerkelijk een verbetering in conditie is. Wij waren enorm blij dat ook na 12 maanden bij de meting, dat die conditie nog steeds beter was als bij het begin.
waren eigenlijk een beetje bang van hier gebeurt er van alles. En als we de kinderen weer wat meer loslaten, misschien gaat die conditie wel weer naar beneden. Maar dat was dus gelukkig niet. Ik ben nu een beetje aan het kijken, want heel veel kinderen van deze van dit onderzoek komen nu weer terug bij mij op de poli, van hoe het nu eigenlijk dan weer een paar jaar later met de conditie is. Maar nou ja, daar heb ik nog te weinig voor gezien om dat echt te kunnen zeggen. Onze eerste vraag van dit onderzoek, van kunnen we iets doen aan de conditie? Nou ja, helemaal tot de nul hebben we het niet gekregen, maar we hebben het wel beter gekregen. En met heel veel kinderen ging het daadwerkelijk ook echt veel beter. Maar we waren natuurlijk ook benieuwd welke van de drie groepen hebben het nu het beste gedaan. En daar hebben we eigenlijk geen antwoord op gekregen. Dus ja, er was een verbetering na 3 maanden en nog steeds na 12 maanden. Maar die verbetering was gemiddeld in alle drie de groepen. Ik heb voor jullie ook nog even op een rijtje gezet hoe het dan daadwerkelijk met de kinderen met een slokdarmatresie was. Ze hadden 15 kinderen meegedaan. Ook deze scoorden in het begin ongeveer 2 van die spreidingsmaten onder de norm. Het was ietsje beter na 3 maanden en het was eigenlijk wel beduidend beter na 12 maanden. En bij deze groep kinderen was de verbetering van 0 naar 12, dat was weer zo'n statistisch belangrijke verbetering. Toen hadden we natuurlijk nog steeds niet een antwoord op alle vragen. En daar met elkaar over discussierend zijn we wel tot de conclusie gekomen dat onze controlegroep niet helemaal standaard of care was. Het was niet precies hetzelfde als 1 keer in de als met 5 jaar op de poli komen en weer met 8 jaar en met 12 jaar. Want ze waren op de poli geweest, ze gingen na 3 maanden terugkomen, na 12 maanden terugkomen. De kinderen waren enorm gemotiveerd om mee te doen, want ze wisten van tevoren ook niet in welke groep ze zouden loten. Dus voor hetzelfde geld hadden ze die intensieve fysio gehad. En ik kan je vertellen dat als kinderen een inspanningstest doen en 3 maanden later weer, dan willen ze echt beter scoren als de eerste keer. Dus er is wel degelijk ook in deze groep iets gebeurd. En ik denk dat we dat kunnen vatten onder de noemer, er is meer bewustwording geweest. Ze hebben sowieso erover na moeten denken van, willen we aan zo'n studie meedoen? Dus ze hebben echt bedacht van, ja, we hebben echt een probleem en we willen er wat aan doen. En het contact was intensiever. Dus ik denk dat dat de punten zijn die echt heel belangrijk waren. Wij gaan hier nog verder over nadenken, want misschien moeten we wel, als we kinderen adviseren om te gaan trainen, ze ook eerder laten terugkomen bij ons op de poli om eerder zo'n inspanningstest weer te doen, zodat ze misschien gemotiveerd zijn om dingen vast te houden. En we moeten misschien nadenken dat we veel meer informatie verschaffen, zodat we ook laten zien dat er echt een probleem is met conditie en dat bewegen en sporten voor de kinderen, maar ook voor jullie, echt heel erg belangrijk is. Ik kom inderdaad nog even ook terug op het stukje van de tracheomalacie, want de longarts ook al heeft verteld, want dat is ook een stukje waar de fysiotherapeut in zicht komt. Ik ga hier een klein beetje sneller doorheen. Ik wist bijvoorbeeld niet wat er allemaal al verteld was, dus deeltelijk is een ter herhaling van zetten. Als mensen, kinderen, maar ook volwassenen, een slap gedeelte in de luchtpijp hebben, dan heb je daar het meeste last van als er een snelle uitademing is. Een snelle uitademing, dus een snelle luchtstroom, geeft namelijk veel minder tegendruk als een langzame luchtstroom. Dus wanneer heb je last van je tracheomalacie, van die slappe luchtpijp? Dat is vooral bij inspanning. Dat is ook bij hoesten, want hoesten is eigenlijk ook een hele snelle luchtstroom. En ik denk, als ik het woord zeewondenhoest noem, dat jullie wel een beetje begrijpen waar ik het over heb. Dat komt dan ook omdat de luchtpijp dichtklapt tijdens het hoesten. Het huffen staat hieronder, dat is ook een snellere luchtstroom. En ik ga dadelijk vertellen wat dat is. Want het huffen is een snelle luchtstroom die je goed onder controle kan hebben. En die je ook enorm kan gebruiken om slijm omhoog te krijgen. Ik heb een filmpje. Voor de pauze deed hij het niet. Maar ik ga in deze zaal gewoon proberen of mijn filmpje wel werkt.
We hebben hier een persluchtapparaat bij ons in het ziekenhuis. En daar hebben we een plastic zakje met een opening aan de onderkant ondergehangen. Op het filmpje hoop ik dat u dadelijk ziet. We draaien de knop van de perslucht open. Dus er gaat een steeds snellere luchtstroom door dat plastic zakje. Aanvankelijk blaast het plastic zakje op. Maar op een gegeven moment zie je dat samenklappen, wat ik net probeerde te zeggen, met een snelle luchtstroom. Geeft weinig tegendruk en op een gegeven moment klapt het samen. Nee. Het is toch raar dat het, als je het probeert... Ja. Dus de luchtstroom neemt toe. En ineens klapt het. Wat betekent dit? Ik doe deze even, de volgende voor de tijd, even door. Dit heeft invloed op het hoesten en dus op de inspanning. En hoesten doe je als er slijm in je longen hoog of laag zit. Dan krijg je een hoestprikkel. Nou, zo'n hoestprikkel is dus een snelle luchtstroom. Door die hoestprikkel kan de luchtpijp samenklappen. Dat betekent dat het slijm er ook niet meer doorheen kan. Dus dat slijm blijft onder dat samengeklapte stukje zitten. Dat slijm blijft daar staan. En slijm wat vast gaat zitten en wat niet eruit gehoest wordt, dat kan eventueel gaan zorgen voor een luchtweginfectie. Dus dit is wat je eigenlijk niet wil. Dit is een soort cirkeltje waar je niet in wil komen. En gelukkig zijn er dus methodes om die luchtstroom bij dat hoesten wat minder snel te krijgen. Maar ook de luchtstroom bij inspanning wat minder snel te krijgen, zodat we willen proberen die collaps, dat samenvallen, tegen te gaan of op te heffen. En ons advies bij inspanning is, als je nou voelt, door als je heel hard aan het rennen bent, of weet ik wat, dat je de lucht niet meer kwijt kan, dat het samenknijpt in je keel, dan is het belangrijk om even een korte pauze te nemen. Want als je een pauze neemt, gaat vrij snel, gaat die luchtstroom niet zo snel meer. Er komt meer tegendruk in de luchtpijp. Die luchtpijp gaat weer overstaan en je kan je lucht weer kwijt. Nou, ik leg aan de kinderen altijd uit, maar het is voor jullie natuurlijk precies hetzelfde. Stel, je doet aan voetballen, je hebt last op een gegeven moment van die luchtpijp waar je de lucht niet meer uit krijgt. Je hoeft heus niet gelijk gewisseld te worden, maar je kan wel kijken van dat je de volgende sprint naar een bal, dat je die even aan je voorbij laat gaan. Dus dat je even iets rustig aandoet, zorg dat je weer rustiger kan ademen letterlijk, en dat je dan gewoon weer lekker meedoet met het spel. Wat ook helpt, is wat we hier Obama zien doen, is het uitademen door samengeknepen lippen. Als je dat doet door zo te ademen, dan bouw je als het ware een tegendruk in je luchtpijp op. En dan kan ook de luchtpijp niet zo snel dichtklappen. Dat helpt ook enorm, kan je vertellen, als je lange afstanden aan het hardlopen bent. Als je op een gegeven moment echt heel erg moe bent en je gaat zo ademen, dan heb je in ieder geval lekker de ruimte om, het inademen gaat wel lukken, maar ook om uit te ademen. En dat heb je wel nodig om weer verse lucht binnen te trekken. Dus heb je daar last bij inspanning, dan zijn dit eigenlijk twee simpele tips die helpen om toch goed te kunnen sporten. Als we het hebben over het slijm uit de luchtwegen krijgen, dan willen we dus eigenlijk niet die verschrikkelijke hoestbuien met die hele krachtige luchtstroom. Maar we willen rustige huftechnieken, daar kom ik zo nog heel even op terug. En een hulpmiddel is een pepmasker. Jullie hebben dit plaatje net ook al gezien. Het pepmasker zet je over je neus en je mond. En de patiënten ademen in door het is een driewegstuk wat erop zit, door dit stukje. Dat is gewoon een vrije ingang van de lucht. En de uitademing gaat door dat pijpje. En op dat pijpje zit een dopje. En dat dopje heeft een kleine diameter, daar kan je in variëren. Maar doordat hier het uitademen tegen een bepaalde weerstand is, denk aan weer aan dat uitademen door je samengeperste lippen, bouw je ook een bepaalde druk in de longen op, waardoor het slijm makkelijker naar boven kan. En het slijm wat heel erg hoog zit, dat kan je er makkelijker uithoesten of huffen. En dat hoeft niet met van die hele krachtige hoestbuien. Het advies is dan ook om als de slijm nog heel diep zit, om de hoest proberen weg te slikken.
om dat huffen te gaan gebruiken. En huffen, dat is uitademen met, met het openhouden van de stembanden. En het is niet heel elegant, maar ik ga het even voordoen. Dat betekent dat je zo uitademt. En hier kan je heel erg in luchtstroom variëren. Dus je kan dat heel langzaam doen met lage luchtstroom. En daarmee krijg je slijm uit de diepere luchtwegen, komt wat omhoog. En als het slijm dan heel hoog zit, dan kan je met een hele snelle huf kan je het eruit werken. En mensen die hier veel mee geoefend hebben en die de techniek goed beheersen, hoeven soms echt helemaal niet meer te hoesten. Als je wel moet hoesten nog, dan zit het slijm vaak al heel hoog. En dan is het ook niet zo erg om even één keertje te hoesten, zodat je het eruit kan hoesten. Nou ja, dit is best moeilijk om zomaar ineens aan te leren. Maar heb je daar heel veel last van, kan je wel naar een fysiotherapeut gaan en vragen dat je er hulp bij wil hebben een paar keer om dit goed aan te leren, deze technieken. Ja, de boodschap is eigenlijk, probeer de baas te zijn over je hoest. De lucht erin, dat wil meestal wel lukken. Maar de lucht eruit moet ook zoveel mogelijk met open luchtwegen plaatsvinden. Oké, hebben jullie nog vragen? Ik heb zelf, als ik hard moet rennen, dan komt er slijm uit en dan een beetje wazig. Maar als ik andere condities heb, zoals lange afstand wandelen en dansen, heb ik geen probleem. Alleen bij het hard rennen, dan blijf ik achter in mijn... Ik kan misschien 100 meter hard rennen, maar dan is het voor mij helemaal over. Is dat ook iets met die slokdarm nodig? Ja, met de luchtpijp zou dat kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat er sowieso wat slijm in de longen zit. En dat komt ook in beweging als je dieper gaat zuchten. En met hardlopen ga je natuurlijk sowieso dieper zuchten. En nou, mensen die slijm in hun longen hebben, om wat voor reden dan ook, die adviseren we inderdaad wel om wel ook te proberen, hè, op je eigen niveau. Want ik snap dat je dan niet gelijk kilometers moet gaan rennen, want dat is gewoon niet aan de orde. Maar wel op het eigen niveau wel te sporten om het slijm in ieder geval in beweging te houden. Want slijm wat in beweging is en wat er op een gegeven moment uitkomt, dat is fijn, maar we willen niet hebben dat het slijm vast gaat zitten. Dus dat zou het kunnen zijn, hè, dat gebeurt tijdens het hardlopen en het zou ook kunnen dat inderdaad die luchtpijp wat dicht gaat. Dus je zou het ook kunnen proberen om door die wat samengeknepen lippen uit te ademen of dat gewoon makkelijker is. Maar dat is meer voor het benauwde gevoel van dat de lucht er niet uit kan. Ja, dat is eigenlijk wat ik zou aanraden. Ja. Oké, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van het programma. We zijn iets uitgelopen, excuses daarvoor. Ik wil jullie nog één kort als laatste iets vertellen over de plannen die we hebben om de kwaliteit van leven met slokdarmatrasie-patiënten beter te bepalen. Maar ik zal u beloven dat we kort houden, dat we snel naar de borrel kunnen. Allereerst heel kort, wat is kwaliteit van leven eigenlijk? Nou, daar heeft de World Health Organization een hele mooie definitie voor gemaakt. De perceptie van individuen op hun levenspositie in de context van cultuur en het waardesysteem waarin zij leven en de relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en belangen. Nou, dat is een hele mond vol. Maar eigenlijk betekent dat, hoe tevreden ben je eigenlijk over hoe je in het dagelijks leven mee kan doen met de dagelijkse dingen? Hoe tevreden ben je daar zelf over hoe je participeert? En waarom is dat nou steeds belangrijker?
We hebben net een hoop gehoord over het, een heleboel dingen vanavond al voorbij gekomen. Maar ook zojuist de presentatie van Monique over het follow-up programma. En doordat de zorg voor kinderen met slokdarmafsluiting steeds beter wordt, groeit de groep volwassen patiënten ieder jaar. En patiënten worden ook steeds ouder. En vandaar dat wij het belangrijk vinden. We proberen de patiënten zo goed mogelijk te behandelen op volwassen leeftijd. En surveillance op volwassen leeftijd van bijvoorbeeld de slokdarm met kijken onderzoeken, dat is nieuw sinds enkele jaren. Dit soort avonden die we proberen te organiseren, dat is nieuw om patiënten gewoon beter te informeren. Maar wij zijn ook benieuwd wat de patiënten eigenlijk van de zorg vinden. Hoe doen wij het? En hoe vindt u als patiënt dat u dus mee kan doen in het dagelijks leven? Hoe staat u in het leven en kunt u alles doen wat u graag zou willen doen? En kwaliteit van leven, dat is iets wat je kan meten door middel van een vragenlijst. En we hebben natuurlijk in de literatuur gekeken of daar al onderzoek naar is gedaan, maar dat blijkt heel beperkt te zijn. Er zijn eigenlijk maar 6 onderzoeken die wij terug hebben kunnen vinden, met vragenlijsten die dus inderdaad zijn gebruikt. En wat we daarin zien is dat het algemeen dagelijks functioneren, dus gewoon dagelijkse handelingen, wakker worden, aankleden, koken, eten, voor jezelf zorgen, dat is eigenlijk hetzelfde als de rest van de bevolking. Maar wanneer we specifiek vragen stellen over hoe gaat het met het maag-darmstelsel of hoe gaat het met de luchtwegen, dan zien we dat patiënten met een slokdarmafsluiting bij andere onderzoeken een stuk minder goed scoren dan de gezonde bevolking. Maar wat we zien is dat die vragen dus juist of te algemeen zijn, dus inderdaad vragen als kun je jezelf aankleden 's ochtends, of juist veel te specifiek. Bijvoorbeeld er zitten ook vragen tussen over het maag-darmstelsel die meer te maken hebben met de ontlasting. En wij kwamen tot de conclusie dat op dit moment de juiste vragenlijst eigenlijk niet bestaat. Dus dat we op dit moment geen meetinstrument hebben om de kwaliteit van leven van patiënten met een slokdarmafsluiting te bepalen. Dus dan moet er een nieuwe vragenlijst komen. En dat willen wij in het Erasmus graag gaan ontwerpen. En hoe doen we dat? De eerste stap daarin is dat we groepsinterviews willen houden, of hebben gehouden zojuist, hè, met patiënten en familieleden, waarin we eigenlijk in kaart brengen wat nou speelt in het dagelijks leven. Wat zijn onderwerpen die men bezighoudt? Die groepsinterviews, die zijn de focusgroepen, zoals u die term vanavond een aantal keer voorbij hebt horen komen. En die groepsinterviews, die zullen wij gaan analyseren. En wij zullen samen met een team van experts een nieuwe vragenlijst op gaan stellen. En in dat expertteam zit eigenlijk ook een groot deel van de mensen die u vanavond voorbij hebt zien komen. Een longarts, een maag-darm-leverarts. We hebben een psycholoog gevraagd om met ons mee te denken. Een volwassen slokdarmatresiepatiënt die heeft deelgenomen om ook haar mening te geven over hoe zij, wat zij belangrijk vindt. De VOX, de patiëntenvereniging, denkt actief mee. En daar denkt iemand mee vanuit de follow-up van de kinderchirurgie. En als die vragenlijst nou strakjes is ontworpen, dan moeten we die natuurlijk testen om te kijken of die wel meet wat wij willen dat die meet. En dat willen we gaan doen door die vragenlijst uit te sturen naar met de oude vragenlijsten, dat we hem kunnen vergelijken. En dan zowel naar patiënten als naar gezonde controles. Dat we ook kunnen kijken of we ook wel een verschil merken met inderdaad de gezonde buurman of buurvrouw. En dat is eigenlijk de laatste fase waar ik jullie wel kort iets over zou willen vertellen, want dat is iets waar we op den duur aan toe gaan komen. Want eind 2019 willen wij alle patiënten zoveel mogelijk in Nederland proberen te bereiken, die we ook hebben uitgenodigd voor dit symposium. En dat betekent dat u eind 2019 van ons een uitnodiging zal krijgen om hieraan mee te doen en om een aantal vragenlijsten in te vullen. Dat kan zowel digitaal op de computer, kan ook op papier. En wat belangrijk is om te weten dat dat echt vrijwillig is. U bent nooit verplicht om daaraan deel te nemen als u die vragenlijst krijgt. Maar we dachten, als we nu toch allemaal bij elkaar hebben, kunnen we in elk geval aankondigen dat we dat van plan zijn. En als u geen uitnodiging wil ontvangen, dan mag u dat uiteraard ook bij ons aangeven. Dan zullen we dat ook u nu toesturen. En als we dan allemaal die berekeningen hebben gedaan en we weten dus iets beter over hoe de kwaliteit van leven van volwassen slokdarmatresiepatiënten in Nederland eigenlijk is, dan willen we dat ook graag weer met u delen. Dus we zullen dan op een gegeven moment halverwege 2020 is in elk geval de planning. We hopen dat natuurlijk te halen. Ook een nieuwsbrief met de uitkomsten van dit onderzoek ook aan u opsturen. Zodat u ook weet wat eruit is gekomen. Dus dat was eigenlijk de korte mededeling van de plannen die wij nog hebben als vervolg op dit symposium. En als u daar vragen over zou hebben, dan beantwoord ik die graag.
Of als u nog aanvullende vragen heeft over het symposium zelf of over voor een van de sprekers. In het begin werd er even aankondiging dat dit opgenomen werd, de gesprekken werden opgenomen, om later eventueel terug te kijken. Kunnen we dat via een website vinden? Of ja, zeker. Dat was eigenlijk het laatste wat ik in de afsluiting mee wilde nemen, maar ik ben me voor, hartstikke goed. Nee, dat zijn wij zeker van plan. We moeten even kijken op welke termijn we dat kunnen doen. Omdat er dus ook bepaalde onderzoeken vanavond zijn besproken die we niet direct naar buiten mogen brengen. Maar we willen in elk geval de slides wel al snel met jullie delen. Dat zullen we waarschijnlijk of via de mail verspreiden of op een website plaatsen. En dan zullen we het e-mailadres met u delen. Website-adres met u delen. En op den duur worden ook zeker deze opnames komen op de website van het Erasmus MC. En dan kunt u ze daarop terugkijken. Nee, dat is een hele goede aanvulling inderdaad, absoluut. Ik zal hem even herhalen. Het symposium zelf, de presentatie en de vragen en de antwoorden, die zijn inderdaad opgenomen, die zullen we openbaar maken. Maar de focusgroepen, die houden wij voor onszelf. Die zullen anoniem blijven, die zullen wij dus wel analyseren. Maar daarna worden de beelden en de geluidsfragmenten daarvan vernietigd en die zullen dus ook niet openbaar worden gemaakt. Dus ik zal het nog een keer herhalen voor de microfoon. Als er inderdaad citaten in zitten die heel illustratief zijn of heel relevant, dat we die eventueel wel kunnen gebruiken om bepaalde uitslagen meer kracht bij te zetten. Oké. Zit er ook vragen bij van angsten van kinderen? Want ik heb zelf in mijn jeugdjaren ook wel eens angst gehad als ik een keer vastliep en... Dat heeft ook psychische gevolgen of zo, ik weet het niet. Ja, dat is zeker een van de onderwerpen waar we ook goed naar gaan kijken. Oké, okay, ja. Dankjewel. Er waren wat mensen die er vanavond niet bij konden zijn. En omdat het een eenmalig, ja, in principe voor nu in elk geval voor nu een eenmalig evenement is... willen die mensen graag meegenieten van het symposium. Vandaar dat we alles opnemen. Ik heb nog een algemene vraag over ademhaling. Zijn er soorten ademhaling? Zijn er soorten ademhaling die zinvol zijn bij het ophoesten... of juist bij het voorkomen van het dichtklappen? En ik zelf weet niet beter dan dat je kan ademhalen door je buik of door je borstkas. Kan een van jullie daar een mooi antwoord op geven? Als specialisten op het gebied van ademhaling. Ademhalen met je buik, dat betekent, tenminste dat wordt vaak gezegd, dat dan is de ademhaling is lager, dieper, zeg maar, als dat je heel oppervlakkig hoog ademhaalt. Je ademt natuurlijk met je longen, zeg maar. Dus de ademhaling met de buik is zeg maar een meer diepere ademhaling als dat hele hoge, snelle ademen. En diepere ademhalingen, daar kan je wel makkelijker weer het slijm mee losmaken, zeg maar. Dus dat is inderdaad, ja, dat kan je oefenen door te voelen met je hand op je buik en te kijken van, vaak helpt het al. Ik vind dat prachtig. Ja, ik ben enorm kinderfysiotherapeut, heel veel kleine kinderen ook. Maar als je een hand op een buik van een kindje legt, dan ademen ze daar al naartoe. Maar dat is bij ons is dat ook. Als je je hand op je buik legt en je probeert goed te voelen waar die warme hand ligt, dan adem je vaak gewoon al dieper en rustiger naar je hand toe. En dat is dan wat we noemen de buikademhaling. En ja, dat kan je gebruiken als je merkt van, ik zit echt heel hoog en snel te ademen, leg je hand op je buik en dan kan je dieper ademhalen. Dus dat is zeker goed om te doen, om de ademhaling weer rustig te krijgen en wat dieper. Ja? Oké. Okay. Zijn er nog andere vragen?
Ondertussen merkt u dat we het een en ander uitdelen. Wij delen een evaluatieformulier uit omdat we benieuwd zijn hoe u deze avond heeft ervaren. Omdat het de eerste keer is dat een dergelijke avond voor deze doelgroep in Nederland wordt georganiseerd. We zijn heel benieuwd wat u ervan vond en of er eventueel dingen zijn die we volgende keer op een andere manier aan kunnen pakken. Of die we juist heel goed hebben gedaan in uw ogen. U mag het formulier zo meteen even invullen. Het mag nu als u een pen bij u heeft en anders bij de borrel. Daar lopen de sprekers ook nog rond voor als u nog aanvullende vragen zou hebben. U mag daarna het formulier inleveren bij iemand van de organisatie. Maakt niet uit bij wie, het komt vanzelf bij ons terecht. En dan denk ik dat ik hiermee de avond zou willen afsluiten. Bedankt voor jullie komst. APPLAUS